Dames en heren, ik open de raadsvergadering van de gemeenteraad van Bergendal op donderdag 25 mei 2023 en heet iedereen van harte welkom, u allen op de publieke tribune en natuurlijk de kijkers en luisteraars die ons volgen via radio en het internet en natuurlijk ook de gemeenteraad, het college en de ambtelijke ondersteuning. Ik heb voor vanavond afmelding ontvangen van de heer Eikholt, de heer Bakker en aan mevrouw Albers is tijdelijk ontslag verleend. En na de toelating van de heer Van Loon vergaderen we vanavond dan met 23 raadsleden. Ik trek het stemcijfer voor vanavond en we beginnen onze beraadslagingen bij de fractie van de heer Van Loon, D. Van Loon. Dus daar beginnen we vanavond. Ja. Heel goed. Dan gaan wij over naar de toelating en beëdiging van de heer Jan van Loon als tijdelijk raadslid voor de Partij van de Arbeid. En raadsleden, dat weet u, kunnen op grond van artikel X10 van de kieswet tijdelijk ontslag aanvragen bij de voorzitter van de raad vanwege zwangerschap of langdurige ziekte. En dat ontslag geldt voor een periode van 16 weken en kan maximaal 3 maal in een raadsperiode worden toegekend. En mevrouw Albers heeft ons gevraagd om daarvan gebruik te mogen maken. En de heer Van Loon is in de daardoor ontstane tijdelijke vacature benoemd en heeft zijn benoeming ook aangenomen. Maar om hem te kunnen toelaten als nieuw raadslid moet de gemeenteraad ook tot dat toelaten besluiten nadat de geloofsbrieven zijn onderzocht en daarover verslag is uitgebracht. Daartoe zijn benoemd een zware commissie bestaande uit mevrouw Marlou Peters, de heer Nick Bakker en mevrouw Johanna Brouwer. En ze hebben de werkzaamheden al voor de vergadering uitgevoerd en zijn ook tot een conclusie gekomen. En ik geef graag het woord aan de heer Nick Bakker om ons de uitslag van dat onderzoek thans mede te delen. Meneer Bakker. Dank u wel, voorzitter. De commissie Onderzoek Geloofsbrieven uit de Raad van de gemeente Bergendal heeft onderzoek uitgevoerd naar het voldoen van de vereisten voor het raadslidmaatschap als gesteld in artikel 10 en artikel 13 van de gemeentewet betreffende het voorgestelde kandidaat raadslid Jan van Loon. Uit het onderzoek van de commissie is gebleken dat de kandidaat aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet, de kandidaat geen formele met het raadslidmaatschap onverenigbare betrekkingen of nevenfuncties bekleedt die een benoeming als raadslid van de gemeente Bergendal in de weg staan als bedoeld in artikel 13 van de gemeentewet. Is dat goed? Ik dacht de kool. Ja, dat was hem. Ja, heel goed. Dames en heren, ik neem aan dat deze raad gehoord de heer Bakker kan instemmen met de benoeming. Dat is het geval. Dan verzoek ik ook aan de heer Van Loon om naar voren te komen om de belofte af te leggen. En aan de aanwezigen verzoek ik om voor zover mogelijk daarbij ook te gaan staan. Eerst even kijken, ja. Nou, daar zo'n beetje, dat de mensen thuis. Ja, ik ga de belofte voorlezen. Aan het eind kijk ik u aan als u dan zegt, ik verklaar en beloof ik, is het daarmee geschikt. Ja, ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof. Dank je. Okay. Nou, dan heb ik... Nou, dan is dit de eerste gift. Ja. Die valt nog buiten. Die valt hier nog buiten. Je moet even op de foto, Jan. Ja, helemaal goed. Dan mag je gaan zitten. Ja, dankjewel. Wil je nog even aan? Ja.
Zo. We gaan proberen vlot te vergaderen vanavond, zodat we ook tijdig kunnen stoppen om de heer Van Loon geluk te wensen met zijn benoeming. Ik ga over tot het vaststellen van de agenda. De agenda is u aangereikt en daarnaast zijn er 4 moties vreemd aan de orde toegevoegd aan de agenda, zoals gebruikelijk aan het einde van de beraadslagingen, agendapunten 13 tot en met 16. En kan iedereen instemmen met die voorliggende agenda? Voor het overige, dat is het geval. Gaan we over naar agendapunt 5, dat is het spreekrecht voor het publiek. Er zijn 2 inspraakreacties door 3 personen. En als eerste zou ik graag mevrouw Wielakker willen uitnodigen namens woon-werkgemeenschap Babylon. Ja. Zeker. Wielakker, welkom. Dankjewel. U weet het, u hebt 5 minuten om de raad toe te spreken. Dat gaat lukken, begreep ik. Ja, dat denk ik wel. Goedenavond allemaal, geachte raadsleden, geachte voorzitter. Dank voor de gelegenheid om hierin te mogen spreken, naar aanleiding van agenda punt 6, te weten, bestemmingsplan Vijverhof in deze raadsvergadering. Raadsleden die bij de carouselvergadering van 11 mei jongstleden aanwezig waren, kennen mij. Maar voor degenen die er niet waren, mijn naam is Wilma Wielakker en ik ben een van de vele mensen uit de woonwerkvereniging Babylon, die in de afgelopen jaren en ook nu nog met inzet en betrokkenheid actief zijn rond de ontwikkelingen van het terrein Vijverhof. Naar aanleiding van de vragen die er gesteld zijn in de carouselvergadering van 11 mei jongstleden, ligt er nu een memo. De antwoorden die hierin staan opgenomen stellen ons als woon-werkvereniging niet helemaal gerust. Met name de 400 vierkante meter van het voorzieningenhart komt steeds als een kip-ei-situatie terug. En daarmee bedoel ik letterlijk de tekst uit de memo. Het opnemen van een ruim zoekgebied, bestemmingsvlek, in het bestemmingsplan voor het voorzieningenhart en afwijkingregels hebben als doel gehad maximale flexibiliteit te geven aan het uitwerken van het plan dat past binnen de ontwikkelingen van het hele gebied. Hoe concreter regels opgenomen worden, hoe concreter ook het plan moet zijn waarop het gebaseerd is. De voorwaarden die genoemd zijn om een voorziening van 400 vierkante meter te kunnen onderbouwen zijn een logisch gevolg van nog geen concreet plan. Dit zijn geen onoverkomelijke regels als het straks een uitgewerkt plan ligt voor 400 vierkante meter. Even ter informatie voor u. De bestemmingsvlek is 35 bij 25 vierkante meter. Dat wil zeggen 875 vierkante meter. Waarom vasthouden aan 200 vierkante meter, waar ook geen concreet plan voor ligt? En waarom niet direct toewijzen naar 400 vierkante meters? Graag wijs ik u, zoals de tekst het aangeeft, op de onoverkomelijke regels. Het gaat over 4.2, bouwregels, gebouwen. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels. Het totaal bebouwde oppervlak bedraagt maximaal 200 vierkante meter. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 meter. Met dien verstande dat. En dan komt die, daar zit ons punt, bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen of het uitbreiden van het gebouw of het toevoegen of veranderen van functies, dient er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein of in openbaar gebied aanwezig te zijn om gerealiseerd te worden, dan wel in stand te worden gehouden conform het bepaalde in lid 13.1. Het is met name dit punt waarvan wij zeggen, dit kunt u niet aan een groepje vrijwilligers vragen om te zorgen dat parkeergelegenheid, als wij van 200 vierkante meter naar 400 vierkante meter zouden gaan, bij ons op het bordje komt te liggen om dat te gaan realiseren en uitzoeken. Zo zitten er nog een paar andere eisen meer en die vindt u terug in de stukken. Geachte raad, geachte wethouder, wij, de mensen van de woonwerkvereniging, vragen u om het bestemmingsplan Vijverhof op te nemen dat er een voorzieningenhart van 400 vierkante meter komt. Dan zullen wij als betrokkenen met volle vaart en volle energie verder gaan met het realiseren van dit mooie plan. Dank u wel voor uw aandacht. Okay. Dank u wel, mevrouw Wielakker. Ik kijk even rond of er naar aanleiding van hetgeen u gezegd heeft nog vragen zijn. Dat is het geval, mevrouw De Geef. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben benieuwd, mevrouw Wielakker. Wat gebeurt er op het moment dat er vastgehouden wordt aan de 200 vierkante meter? Wat zal u dan doen als groep? Wielakker. Sorry. We hebben als woon-werkgemeenschap
Ook uiteraard de plannen van 200 meter, vierkante meter, doorgerekend en uitgerekend. Als je van 200 vierkante meter de loopruimtes afhaalt, toiletten, gangen en dat soort dingen meer, blijft er iets over waarvan wij zeggen, daar gaan we niet aan beginnen. Dan zeggen wij, we geven het initiatief terug aan de opdrachtgever en dan hopen we dat er een andere club mensen is die daar hard voor gaat. Als het om 400 vierkante meter gaat, vindt u ons op onze weg en gaan we vol aan de gang. Dank u wel. Dat beantwoordt uw vraag, zie ik. Geen andere vragen. Nog een vraag van mevrouw de Vries. Dank u wel, voorzitter. Begrijp ik het goed dat er nu in de afspraken die voorliggen geen afspraken zijn gemaakt over parkeergelegenheid op dit moment? Mevrouw Wielakker. Ik denk dat er wel afspraken zijn met betrekking tot parkeergelegenheid ten behoeve van 200 vierkante meter. Niet ten behoeve van 400 vierkante meter, nee. Dank u wel. En we komen daar vast straks tijdens de bespreking van het onderwerp zelf ook nog op terug. Dank u wel. Dank u wel. Dan wil ik graag naar voren roepen de heer Donné en mevrouw van Overbeek van de dorpsagenda Leut. En zij spreken in over het ingekomen stuk op de agenda onder Zevenbeuk Steenheuvelse straat. Hij staat volgens mij. Hij staat aan. Gaat op gang. Ja, dank u. Ik doe het eerst. Koos Donné, dorpsagenda Leut. Wij spreken in over de brief die u van ons hebt ontvangen over de verkeersveiligheid in ons dorp. De provinciale verbindingsweg tussen Millingen en Beek, verderop naar Nijmegen, snijdt dwars door ons dorp. En de afgelopen decennia hebben wij de verkeersstroom van de gemotoriseerde verkeer enorm zien toenemen. Op dit moment, als je kijkt tijdens de spitsuren, is het één doorlopende stroom. Auto's, motors, bromfietsen en wat er verder nog trekt. En al onze fietsers gaan de stoep op om ook maar veilig door het dorp heen te komen. Met alle gevolgen voor verkeersveiligheid en leefbaarheid van dien. Wij hebben de provincie, dat is de eigenaar van de weg, dan ook bestookt met verzoeken om maatregelen te nemen. Waarvan de belangrijkste is, maak van ons dorp of de dorpskern, zoals dat bijvoorbeeld hier in Groesbeek is of in Millingen of in Beek, maak daar een 30 kilometer zone van. Dan zijn al die problemen opgelost. Nul op request. Helaas. Wij waren dan ook enorm blij te lezen in de verkiezingsprogramma's. En zelfs nu in het collegeakkoord, heet het denk ik, of coalitieakkoord, hoe je dat ook noemt. U schrijft zelf letterlijk, wij willen komen tot een maximumsnelheid van 30 kilometer in de bebouwde kom en Leut voor de verkeersveiligheid. Nou, onze vraag op dit moment is kort en helder. Hoe staat het ermee? Heeft u al een plan? Heeft u al gesprekken met de provincie gehad? Is er een planning? Wij zijn uiterst benieuwd. En ik snap dat dit een vraag aan het college is. Maar u als raad controleert het college volgens mij. Dus wij zijn uiterst benieuwd naar het antwoord. Dit is mijn vraag. Ik weet niet of ik even moet blijven staan voor vragen of doen we dat daarna? Ja, als er vragen zijn. Ja. De raad kan ik niet namens het college antwoorden. Het college kan in deze ronde niet antwoorden, dus, maar dat wist u denk ik ook wel. Nou, ik geef voor een verhelderende vraag graag het woord aan mevrouw van Broekhoven. Ja, ik ben mevrouw van Broekhoven van Lokaal. En het klopt dat ook wij dat in het verkiezingsprogramma hebben, dat we dat wenselijk vinden. Hoe staat het eigenlijk met het overleg tussen u als belangengroep en het college? Hebt u eigenlijk hierover gesprekken? Met het college. Bij mijn weten, maar ik was... Nee. Sorry. Ja. Nee, het is niet uit verkeerdigheid van mij, maar de mensen thuis die horen ineens iemand praten. Dus als ik dan even zeg wie u bent, weten de mensen thuis, het is meneer Donné, het Leut. Die geeft antwoord. Ja, en dat doet hij nu. Ja, voor zover die dat kan. Want meneer Donné, het Leut was niet betrokken bij het. Maar ik begrijp dat er onze dorpsagenda, een aantal mensen van de dorpsagenda, hebben in januari nog gesproken met... leden van het college hier aanwezig. Ja. Dank u wel. Andere vragen aan meneer Donné. Ja, mevrouw de Vries nog. Ik heb begrepen dat een heikel punt nog is de aanrijdtijden van de ambulance op dit moment. Naar Millingen voornamelijk. En dat daarvoor eerst de ambulance en de brandweerdienst verhuisd moet worden naar een ander punt. Zijn jullie daar ook van op de hoogte en ook in gesprek over dit onderwerp met de gemeente? Meneer Donné.
zijdelings. We zijn niet direct betrokken. Bovendien hebben wij het collegeakkoord niet geschreven. Dus. Maar wij weten daarvan. Dat was namelijk het belangrijkste argument voor de provincie om niet, los van een aantal technische maatregelen, om niet in te stemmen met die 30 kilometer zone. Maar wij begrijpen ook, in overleg met inderdaad uw gemeente, dat er plannen zijn om de kazerne die nu in Beek ligt te verplaatsen dichter bij Leut, zodat die aanrijdtijden ook wijzigen, korter worden en dat daar ook geen probleem is. Bovendien, als je ergens achteraan de Millingen moet zijn, moet je eerst 3 kilometer door Millingen, 30 kilometer Wurmen volgens mij. En die paar honderd meter in Leut, eerlijk gezegd, die doen totaal niet ter zake, als ik eerlijk moet zijn. Volgens mij is het een, als ik dat mag zeggen, een kul argument. Mag ik dat zeggen? Ik heb het al gezegd trouwens. Ja, ik knip er maar uit dan. We knippen het eruit, de live uitzending. Ja, dan hebben we nog niet eens gehad over de verkeersdrempels in Millingen. Want daar kunnen we ook nog een boekje over te open doen. Ik denk dat het tijd is om het woord te geven aan mevrouw Van Overbeek. Ja, de tijd gaat weer lopen. Ik ga eigenlijk in op wat er ook gevraagd wordt. Is er overleg? Want dat eigenlijk is wat ik wil benadrukken. Wij zijn een actieve dorpsagenda, een actieve commissie. We stellen ons heel actief op. En dat is eigenlijk precies waarom ik hier sta. Want ik denk, gisteren nog op de radio. We moeten met burgerparticipatie moeten we aan de slag. Wij zijn hier en we komen hier ook naartoe om te zeggen, hey, praat met ons. Vertel ons de wijzigingen over allerlei dingen. Bijvoorbeeld, er is een fietspad in de planning aan het begin van Leut. Daar zijn dan wijzigingen op, er zijn plannen van. Maar dat horen wij zijdelings. We worden niet geïnformeerd daarin voldoende. Of er is bijvoorbeeld zou een onderzoek plaats hebben naar de Plezenburgse straat. Om het daar ook autoluw te maken. Daar hebben we ook niks meer van gehoord. En dan moeten we ze het vragen stellen. En wij willen juist graag meedenken en meedoen. Dus proactiviteit zit er bij ons goed in. En bijvoorbeeld ook de stoepranden van de Steenheuvelse straat moeten nog verlaagd worden. Dat is eigenlijk een gemeenteactie. De provincie heeft hem geasfalteerd. En nu zijn er dus mensen die niet zo goed kunnen gebruik maken van het zebrapad met rollators en alles. En daar willen we ook graag in betrokken worden. Dus eigenlijk is mijn pleidooi, betrek ons en controleer dat dat ook gebeurt. Zijn er nog vragen? Zijn er vragen aan mevrouw Van Overbeek? Helder verhaal. Nee. Ja, dank u wel. Dan, dames en heren, gaan wij over naar de bespreekstukken. En als eerste bespreekstuk is daar het bestemmingsplan herontwikkeling locatie Vijverhof, Bergendal. Daarover is net ook al ingesproken. Nou, er is al langere tijd sprake van een herontwikkeling op de locatie van het zorgcomplex Vijverhof in Bergendal. Het gaat dan over de toevoeging van 120 woningen, 48 koop en 72 huurwoningen. En bij de herontwikkeling worden de op het terrein gelegen bestaande zorgwoningen van ZZG, de Vlindertuin en de Bosrand, en de woningen van Vermeer, appartementen in Oosterpoort, ook appartementen meegenomen. En voor het gehele terrein wordt nu 1 bestemmingsplan opgesteld en de raad wordt gevraagd om dat bestemmingsplan vast te stellen. Na de bespreking in de carousel stonden nog enkele vragen open, die zijn schriftelijk beantwoord. En volgens mij zouden we tot een vlotte behandeling over kunnen gaan. Ik weet in ieder geval dat er nog een vraag is van de zijde van GroenLinks. Maar ik begin eventjes te kijken bij het CDA of er behoefte is om na de carousel nog het woord te voeren over het onderwerp. Meneer Bakker. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb zelfs die carousel niet gedaan, maar ik wil wel even opmerken dat het CDA erg blij is met die grote woningtoevoeging in Bergendal. Op dit moment is het best wel lastig om woningbouwlocaties te vinden in Beek en Upbergen en Bergendal. En dit is toch wel een royale woningtoevoeging. Wij willen toch natuurlijk wel wat aandacht vragen voor het voorzieningenhart. We vinden dat ook belangrijk. Het is voor ons geen halszak, maar ja, is het nog echt mogelijk om daar nog iets in te betekenen als gemeente, als college. Daarnaast zullen we ook nog aandacht vragen voor het feit dat het is best een groot gebied en dat komt allemaal te onderhoud van de gemeente. Misschien moeten we eens nadenken ook in de toekomst bij dit soort grote projecten over dat we allemaal op ons bordje willen hebben, dit soort grote onderhoudsgebieden. Dat we daar niet betere afspraken mee kunnen maken met ontwikkelaars. En tenslotte wil ik ook nog wat aandacht vragen voor de fietsers. In de carousel die ik teruggelezen heb, komt er voren dat het niet duidelijk is of er nou een fietsenstalling komt. Misschien dat de wethouder ook nog iets kan verhelderen. Dank u wel, meneer Bakker. Ga ik naar de fractie van Lokaal. Mevrouw Visser.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de carousel terugspelend op het netvlies. Er waren geen partijen die dit onderwerp als bespreekpunt wilden hebben. Alleen GroenLinks had vragen. Dus wij zijn akkoord met het voorstel, hebben geen vragen. En zijn blij met de beantwoording van de vragen die deze week zijn gekomen. En die hebben ons voldoende duidelijkheid gegeven. Dus wat ons betreft akkoord. Dank u wel. De Volkspartij voor Vrijheid, Democratie, de heer Hammer. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan me aansluiten bij vorige spreekster. Wij zijn blij met de toevoeging van de woningbouw. We hebben wel wat aandacht nog, willen we vragen aan de wethouder. Maar ik ga ervan uit dat u daar terugkomt voor het voorzieningenhart waar net over gesproken is. Maar wat ons betreft aan de gang. Een mooie toevoeging van een hoop woningen in een gebied waar dat al lastig genoeg is. Inderdaad, dank u wel. Mevrouw Geef. Ja, dank u wel, voorzitter. En fijn dat het toch mogelijk is om even nog een vraag aan de wethouder te stellen. In ieder geval zijn we al heel content met het memo dat naar aanleiding van de laatste carousel is opgesteld. We begrijpen ook... we begrijpen ook dat er van de verschillende partijen welwillendheid bestaat om samen tot een oplossing te komen. En ook daar zijn wij heel blij om. We zien echter ook dat een aantal, net zoals ook net de inspreekster heeft gemeld, dat elke keer die parkeerplekken naar voren komen. Dat gaat natuurlijk deels om bewoning, maar ook dan om die extra parkeerplaatsen voor het voorzieningenhart. En wat ons betreft, als we dit zo horen, dan zou dat ook helemaal niet nodig hoeven zijn, die extra parkeerplekken. En we hopen daarmee ook dat dat niet in de weg gaat staan voor het vastleggen van die 400 vierkante meter als minimum. Want wat ons betreft zouden juist bezoekers van buiten, als die komen voornamelijk overdag en die kunnen dan prima op parkeerplekken of in die prachtige fietsenstalling die volgens mij al wel in het memo opgenomen is, kunnen parkeren. Dus wij zien die problemen helemaal niet. En juist die extra parkeerplekken zijn ons inziens niet nodig. Want sterker nog, we zouden onze gemeentelijke parkeernorm gerust naar beneden bij kunnen stellen als het aan GroenLinks ligt. Goed, even ter zake. We zouden heel graag een bevestiging of een toezegging van de wethouder wensen voor het volgende, voordat wij tot stemming overgaan. En dat gaat dan om een bevestiging of toezegging dat er daadwerkelijk sprake is van de mogelijkheid om te komen tot een voorzieningenhart van 400 tot misschien zelfs wel 600 vierkante meter. En dat extra parkeerplekken geen belemmering voor dit aantal vierkante meters zullen vormen. Dat is graag wat ik aan de wethouder zou willen vragen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw De Geef. Kijk even of er behoefte is om iets te zeggen bij de Partij van de Arbeid. Meneer Van der Pol. Niet echt verder inhoudelijk dat ik me aansluit bij de voorgaande. We zijn blij met de toevoeging van deze woningen aan onze woningvoorraad. En ik hoop dat er echt een goede oplossing komt voor het voorzieningenhart. Dank u wel. Dank u wel. D66, mevrouw De Vries. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben dit natuurlijk al uitgebreid behandeld in het carousel. En daar hebben we ook aangegeven wat onze punten waren. Ook nog dank voor de toelichting naar aanleiding van de verdere technische vragen die tijdens het carousel werden gesteld. D66 had gevraagd hoeveel woningen of opstallen er zouden worden gesloopt. Nou, dat is nu duidelijk eigenlijk. 26 aanleunwoningen worden geslopen van 24, begrijp ik, nog in gebruik zijn tot 1 juli. Het zou dus iets meer correct misschien zijn om in het raadsvoorstel te spreken over netto toename van 94 woningen, waarvan klok spreekt natuurlijk van 120. We begrijpen wel dat het om een andere woonfunctie gaat, van een vorm van wonen met hulp naar gewoon reguliere woningen, maar uiteindelijk is dat natuurlijk een semantische discussie. En het college had ons inzien wel iets kritischer mogen kijken naar het verkoopverhaal van Klok met een aantal van 120 woningen en dit in het raadsvoorstel mee moeten nemen dat er ook sloop is van 26 aanleunwoningen. Dank u wel. Ik kijk naar de fractie van Kernachtig, meneer Kersten. Dank u wel, voorzitter. Zoals eerder gezegd, in de carousel is dit uitgebreid besproken. Het memo geeft nog antwoord op de open eindjes, de losse eindjes die er waren. En wij zijn heel blij met de toename van een fors aantal woningen, of dat er dan inderdaad 94 of 120 zijn. Wij juichen dat toe. En wat ons betreft, gauw beginnen ermee. Dank u wel. Geef ik namens het college het woord aan wethouder ten Westeneind voor beantwoording van de nog opgeworpen vragen. Wethouder.
Ja, dankjewel, voorzitter. Als eerste maar even de netto toename van de woningen, waar u op doelde zojuist. Ja, het is inderdaad een semantische discussie. Had je die zorgwoningen nou wel of niet mee moeten nemen die nu gesloopt worden? Zijn het er dan 120 netto toevoegingen of net geen 100? Blijft een discussie. Ik denk dat de conclusie van het CDA juist is. We voegen inderdaad een heel fors aantal woningen aan onze gemeente toe. Ik denk dat we daar in ieder geval blij om kunnen zijn. De hete aardappel is dan waarschijnlijk toch het voorzieningenhart. Maar laat ik dan wel zeggen dat in mijn optiek en in mijn beleving alle neuzen wel dezelfde kant op staan. Ik heb vandaag nog contact gehad met Niek Gerts van Klokgroep. Die zegt ook, ja, wat ons betreft gaan we gewoon voor die 400 vierkante meter. En de insteek van ons vanuit de gemeente is geen andere dan dat. En ook op die basis willen we graag het gesprek voeren met Babylon. Parkeren, nou, u gaf het net zelf al aan. De vraag is dan ook, welke activiteiten gaan uiteindelijk in dat gemeenschappelijk gebouw plaatsvinden? En hoe kijk je dan naar het parkeren? Ik wil wel gezegd hebben dat parkeren en de balans die ontstaat, dat moet en zal geen belemmering zijn om tot een fatsoenlijk voorzieningenhart van 400 vierkante meter te komen. Dat is de insteek. Zo zitten we met elkaar aan tafel. En dat moet wat mij betreft ook het eindresultaat worden. Ik hoop dat dat voor u voldoende is om daar het vertrouwen uit te spreken. Dank u wel. Dan gaan we kijken of er behoefte is aan een tweede termijn. Niet het geval, lokaal geen... Nee, mevrouw De Geef, tevreden met de beantwoording, is het geval. Verder zie ik geen behoefte aan een tweede termijn. Dan gaan we over tot besluit. Toch, mevrouw Vree? Of u wijst naar meneer Bakker. Er gebeurt van alles. Meneer Bakker. Mevrouw Vree attendeert me inderdaad op de vraag over de fietsenstalling. Ik was het eigenlijk alweer bijna vergeten. Dank u wel, mevrouw Vree. Ja. Ik ging helemaal op in het verhaal van de wethouder. Ja. Eigenlijk, mevrouw De Geef die vraag al had beantwoord, staat dit memo. Maar dan vechten jullie onderling maar uit. Meneer Ter Westeind. Ik was eigenlijk in de veronderstelling dat door vraag 2 en de beantwoording daarvan het memo u voldoende van antwoord was voorzien en dat die klip en klaar was. Mm-hmm. Ja. Toch voor de band dan nog even. Wat wilt u nog weten? Ja, moet ik het dan voorlezen? Of? Nee, voorzitter, dat is niet nodig. Ik kan zelf lezen. Goed, heel goed. Dan wilde ik overgaan tot besluitvorming. Ja, dat vindt iedereen goed. Wie van u is tegen het voorstel? Niemand. Dan is dat voorstel met algemene stemmen aangenomen. Gaan we over naar het volgende agendapunt 6b. En dat betreft het bestemmingsplan, bouwplan Koningin Wilhelminaweg 4 in Bredeweg. Op dat adres staat op dit moment 1 vrijstaande woning. Verder staan er bijgebouwen, bomen en bossages. En het plan is om op deze locatie 6 vrijstaande woningen te bouwen. 4 aan de Koningin Wilhelminaweg en 2 aan de Bruuk. En de bestaande woning wordt daarvoor gesloopt. Dit onderwerp stond al op 9 februari van dit jaar op de raadsagenda. Maar dit voorstel riep vragen op. En toen is verzocht om een nieuw voorstel. En dat ligt nu voor. En dat wil ik nu graag ook aan u voorleggen ter bespreking en besluitvorming. Kijk even naar het CDA voor behoefte is om daarover het woord te voeren. Ik kan vrij kort zijn, voorzitter. Ik ben blij dat in ieder geval de onduidelijkheden die de vorige keer geschept zijn nu verhelderd zijn. Ik zie geen belemmering meer om voor het voorstel te gaan liggen. Ik ben blij dat er 6 nieuwe woningen toegevoegd kunnen worden. Het één sloopt dan, hè? Ja, oké. Kijk ik naar de fractie van lokaal. Geen behoefte. Fractie van de VVD, meneer Hammer. Ja, dank u, voorzitter. Ja, ook wij zijn zeer blij dat het voorstel nu op deze manier ter tafel ligt. Fijn dat het dat er een aantal antwoorden nu zijn gegeven. We vinden het wel bijzonder dat uiteindelijk dus een paar oplettende burgers ons hier in de raadsvergadering op moeten attenderen. En dat signaal wil ik toch nog wel even bij de wethouder meegeven. Van god, dat zou misschien een volgende keer voorkomen kunnen worden. Maar blij met het voorstel zoals het er nu ligt en aan de gang. Dank u wel. Kijk naar de fractie van GroenLinks, mevrouw Vree. Dank u wel, voorzitter. Telefoon? Nee. Hoezo? Ja. Oh, ja? Oh, sorry. Weg met dat ding. Sorry. Nou, nee hoor. Het was toch niet de telefoon, denk ik. Oh, nou. Sorry, Rona. Ik weet het. Beter. Ja. Goed.
Dank u wel, voorzitter. GroenLinks is ook heel erg blij met dit bouwplan, zeker. Dit stukje van de Brede Weg is nu eigenlijk best rommelig. En wij denken dat het ook veel mooier zal zijn als het straks klaar is. En er is mede ook dankzij de omwonenden goede aandacht besteed aan voldoende inpassen van groen en het behoud van de bestaande bomen. Natuurlijk zouden we het nog mooier gevonden hebben als er alleen een stukje natuur voor in dat gebiedje zou zijn gekomen. Maar we willen ook heel graag die nieuwe woningen. Die zijn nu eenmaal heel hard nodig. Toch hebben we wel iets waar we nog eigenlijk aandacht voor willen vragen. Wij maken ons nog steeds zorgen over de toenemende drukte op de Koningin Wilhelminaweg. Door deze woningen kan dat nog verder toenemen. Vanuit Bredeweg tot aan de Lage Horst wordt het steeds drukker. Je kunt door alle woningen aan de randen van deze weg toch bijna niet meer spreken van een weg buiten de bebouwde kom. Er wordt steeds meer op deze weg gewandeld en de mensen laten er hun hond uit. En dus volgens ons is het wachten op een volgend ongeluk op deze weg. Wij zouden willen bedenken of dat het college kan kijken of dat mogelijk is om misschien de bebouwde komgrens te verleggen. Of dat een optie is. Dat was mijn vraag. Dank u wel. Dan gaan we naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Geen behoefte, D66. De heer Verstegen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan ook heel kort zijn. We vinden het inderdaad ook een hele mooie toevoeging van netto 5 woningen. Ja, dat is geen semantische discussie. Dit gaat echt over woningen. De opmerking die gemaakt werd dat het in tweede instantie nog even moest worden herzien. Ja, dat kan gebeuren. Ik denk dat uiteindelijk, en daar gaat het om dat de inwoners tevreden zijn dat ze gehoord zijn en dat met hun opmerking rekening is gehouden. Dus inderdaad, snel aan de slag. Dank u wel. Dank u wel. Fractie van Kern 80, meneer Kersten. Dank u wel, voorzitter. Wij waren al voor en met de extra onderbouwing zijn wij nog meer voor blij met de toevoeging van de woningen. Dus ook hier geldt, gauw beginnen. Dank u wel. Dan is de opbrengst ook 1 vraag van mevrouw Vrede nog ter beantwoording voorligt. Geef graag het woord aan de wethouder. Ja, dank je wel, voorzitter. Ook de opmerking van meneer Hammer was ons natuurlijk ook wel duidelijk van zorgvuldigheid. Af en toe worden plannen met stoom en heet water nauw behandeld. We hebben dat ook met de ontwikkelaar besproken. Dus daar is ook aandacht voor om dat in toekomstige plannen ook zorgvuldig te doen. Dat we geen open eindjes hebben op het moment dat het in de raad besproken gaat worden. Dus dat is wel degelijk ook meegenomen. Dat andere, ik heb mijn collega mevrouw Vree van Verkeer ijverig zien meeschrijven. Mevrouw Barber. Mevrouw Vree die stelde de vraag. Maar je collega is mevrouw Barber. Mevrouw Barber, ja. Maar ik bedoel, mevrouw Vree, uw opmerking nemen we zeker mee. Ja, kijken wat we daarmee kunnen. Terecht te zorgen, denk ik. Zeker. En daar hoort u dan ook van. Ik ga eens even, volgens mij is er geen behoefte aan een tweede termijn. Kijk even rond. Nee. Dan gaan we over tot besluitvorming en mag ik constateren dat u alle kunt instemmen met het voorliggend voorstel. Dat is het geval, is op dat met algemene stemmen aangenomen. Dan gaan we over naar agenda punt 6c en dat betreft het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de dagbesteding van AMV'ers. In Groesbeek worden sinds oktober vorig jaar zo'n 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen opgevangen. Ze zijn leerplichtig en moeten gevolgen de wet ook onderwijs volgen. Iets meer dan de helft van de AMV'ers heeft sinds april les op het Merlet College in Kuik tot aan september. Hier zitten voor Bergendal kosten aan. Voor de overige 21 jongeren op dit moment komt er geen plek bij het Merlet College en zij zijn op de wachtlijst geplaatst bij het Pontum College, ook in Nijmegen. De gemeente Nijmegen is bezig met het ontwikkelen van dagbesteding met onderwijs voor alle kinderen op de wachtlijst van het Pontum College. De gemeente Nijmegen organiseert dat, maar vraagt aan Bergendal wel om bij te dragen in de kosten hiervan. Tot slot organiseert Bergendal ook zelf dagbesteding voor de 50 jongeren. Het college vraagt de raad om voor dit jaar in totaal €312.000 beschikbaar te stellen voor die combinatie van dagbesteding en onderwijs. Kijk naar de fractie van het CDA. Het woord zal worden gevoerd door de heer Van Loon. Ja, voorzitter, dank u wel. Dit stuk roept wel wat meer vragen op dan de vorige agendapunten. Waar te beginnen? Inhoudelijk prima dat we voor deze groep dagbesteding en verdere opvang regelen. Maar de vragen hebben vooral betrekking op, laten we zeggen, het financiële aspect van dit verhaal. En die vragen zijn eigenlijk velerlei en
Ik zag al dat lokaal eigenlijk met dezelfde vragen worstelde. En die heeft ze in technische vorm ingediend en die zijn beantwoord. dat scheelt alweer een hoop. Maar toch, ik wil er misschien in tweede instantie, in tweede termijn, nog iets meer over zeggen. Maar voor nu eigenlijk vooral de vraag, ik las in het stuk, de gemeente heeft eigenlijk geen goed aanspreekpunt, geen goed loket om dat financiële verhaal neer te leggen. En toen dacht ik, maar de gemeente is toch in eerste instantie in gesprek met het COA voor dit soort zaken. En kan het COA hier dan niet meer in betekenen dan alleen de vraag neerleggen, hè, help ons met het vinden van plekken voor deze groepen. Want als daar een dergelijk prijskaartje aan hangt, dan vindt het CDA in elk geval dat dat voor nu, maar ook vooral voor in de toekomst geregeld moet worden. Want ja, ik vrees toch met de berichten die we zien over de asielinstroom en wat we deze zomer al kunnen verwachten, dat het hier niet bij blijft. Er is ook nog zoiets als een spreidingswet in aantocht. En dan zullen er steeds meer van dit soort vragen op ons bordje terechtkomen. En als daar ook dit soort bedragen mee gemoeid zijn, dan zal daar toch een oplossing voor moeten komen. Tot zover even. Ja, dank u wel, meneer Van Loon. Kijk naar de fractie van Lokaal, mevrouw Visser. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn akkoord met het voorstel. En we zijn ook blij met de hele duidelijke beantwoording van de vragen die wij gesteld hebben. En in tegenstelling tot meneer Van Loon hebben wij daar geen extra vragen meer over. We zijn blij met de beantwoording. Dus, ja, het is, ik snap wat u bedoelt, de onzekerheid en de financiering. En dat is iets waar, denk ik, de wethouder en waar het college heel scherp op moet blijven. En als het Rijk van ons zaken verwacht, dan moet daar ook een financiële vergoeding tegenover staan. En dat is denk ik wel het uitgangspunt. Maar we willen allemaal de mensen die om hulp vragen ook onderdak bieden en helpen. En dat is ook de houding van deze gemeente. Daar zijn we heel blij mee. Dank u wel. VVD, meneer Hammer. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook bij ons riep het stuk wel wat vragen op. En eigenlijk de allereerste vraag is, zijn de middelen nou voor onderwijs te verzorgen of voor dagbesteding? Want onderwijs is volgens mij belegd bij het onderwijs, in die zin, voor een heel groot deel. En een school krijgt gewoon, geloof ik, iets van 11.000 euro per leerling om onderwijs te verzorgen. Voor een leerling, een AMV'er, zeg maar. Hè. Dus daar zit volgens mij wel wat centen. Dus als het is voor onderwijs, vind ik het heel groot bedrag. Is voor dagbesteding, kan ik het voorstellen dat het vanuit ons potje komt. Maar dan ben ik het wel met de heer Van Loon eens. Zijn deze zaken niet structureel in plaats van incidenteel? En dat is natuurlijk, we dekken het nu uit de algemene reserve. En volgens mij kan dat ook prima voor dit voorstel. Alleen moeten we wel kijken voor de toekomst hoe we dat gaan doen. Want de grotere groep die gaat er ongetwijfeld komen. En als je dit dan een klein beetje verder gaat denken, dan zit je zo op een miljoen euro. En dan is dat misschien niet meer in de algemene reserve te dekken. Dus wat ons betreft daar graag wel wat antwoord op. En ik zag dat er dus een aantal leerlingen op een wachtlijst staan. Ik vraag me oprecht af, dat weet ik echt niet, of scholen kunnen weigeren wettelijk gezien dat die leerlingen daar naartoe komen. Ook al is er geen plek, dat snap ik. Hè? Maar als er geen onderwijzers zijn, heb je een probleem. Maar daar toch even een technische antwoord op en of we daar niet iets nog mee kunnen. Dank u wel voor eerst termijn. Dank u wel. Dan de fractie van GroenLinks, heer Gudderts. Voorzitter, GroenLinks heeft geen vragen. Het stuk is hartstikke duidelijk. We willen ook het college complimenteren. Überhaupt in zijn algemeenheid hoe het vluchtelingenvraagstuk aanpakt. Het is een hele uitdaging. Volgens mij doen we het hier hartstikke goed in deze gemeente. Dit voorstel staan wij ook vierkant achter. Het is een hele belangrijke fase in het leven van een jongere. Een zinvolle dagbesteding, onderwijs is hartstikke belangrijk. Het vormt gewoon wie je later bent. Voorkomt ook heel veel, kan heel veel kosten in de toekomst voorkomen. Wij zien dat als een investering. En nou, als er geld nodig voor is, dan zijn wij bereid om dat te betalen. Dus dat is gewoon helder voor ons. Nou, en voor iedereen, denk ik. Dank u wel. De Partij van de Arbeid, bij monden van de heer Van der Pol. Ja, de Partij van de Arbeid vindt het ook belangrijk dat de AMV'ers onderwijs en zinvolle dagbesteding krijgen in afwachting op instroom tot het reguliere onderwijs. Ook al is het dan geen taak van onze gemeente, toch is het goed om hier voor nu geld voor vrij te maken en dit te organiseren. En we zijn ook akkoord dat deze kosten voor nu te dekken zijn ten laste van de algemene reserve. Zeker omdat er geld wat ontvangen is voor de opvang van Oekraïners, wat niet volledig wordt benut, weer zal terugvloeien naar die algemene reserve. Maar
wij zijn het er ook mee eens dat we voor de toekomst wel naar een structurelere oplossing moeten zien te kijken. Dus voor nu prima. Dank u wel. Fractie van D66, mevrouw de Vries. Dank u wel. Ja, D66 gaat akkoord met het raadsvoorstel. We zien het belang van het verzorgen van dagbesteding en een onofficiële vorm van onderwijs aan AMV'ers die wachten op een plek in het onderwijs. We ondersteunen ook het argument in het voorstel dat het een investering is in de toekomst en ook voor Nederland. En dat het daarnaast ook een zinvolle invulling van een dag ervoor zorgt dat ze niet op straat gaan rondhangen. Het raadsvoorstel geeft aan dat het college ook aandacht gaat vragen voor de uitdagingen en de kosten die wij als gemeente hebben met een brief aan de regering om hiervoor aandacht te vragen. En ja, D66 ondersteunt dat van harte, ziet dat onze gemeente inderdaad wordt opgezadeld met kosten en problemen waar de Rijksoverheid een langdurige oplossing voor zou moeten bieden. En zeker gezien de voorspellingen dat er steeds meer AMV'ers naar Nederland komen. En waarschijnlijk waardoor de tijdelijke opvang ook langer open zal moeten blijven. Ik heb begrepen dat in februari zijn al kamervragen gesteld over problemen met onderwijsplekken voor gevluchte jongeren. En dat minister Wiersma die komt deze week blijkbaar met een spoedwetvoorstel. Waarmee nieuwkomers in het onderwijs tijdelijke voorzieningen worden gemaakt. En navraag met andere gemeenten levert ook op dat die met dezelfde problemen worstelen. Daarom heb ik ook een brief geschreven aan het D66-Kamerlid om hier aandacht voor te vragen. Want ik denk namelijk dat we op meerdere manieren als gemeente moeten proberen om dit bij de landelijke politiek naar voren te brengen. Dank u. Dank u wel, mevrouw de Vries. Ga ik naar de fractie van Kernachtig. Het woord wordt gevoerd. Nou ja, veel is al gezegd. Wij stemmen ook in met het voorstel, maar maken ons ook zorgen over de toestroom die nog komt. Want dit is even voor nu, maar er komt nog van alles aan. Aan de andere kant ja, vind ik ook wel een beetje dat je de plicht hebt om die jongeren onderwijs te bieden. Dat is hun weg naar de toekomst en hun kans voor de toekomst. Want een aantal van de jongeren zal hier ook gewoon blijven. Dus die moeten dan ook gewoon in kunnen stromen in het regulier onderwijs. Maar eigenlijk is het wel raar dat de gemeente de plicht heeft om dat te doen, terwijl er geen financiën tegenover staan. Maar dat is ook al eerder gezegd, dat moet wel anders, want er komt nog een hele stroom aan. Ik hoorde dat ze alweer op stoelen slapen in Ter Apel, dus dat er al geen bedden genoeg zijn. Zeker. Dank u wel. Dan gaan we over naar wethouder Weijers namens het college, beantwoording in eerste termijn. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben blij met de ondersteunende woorden van een heleboel fracties. Het is wat mevrouw Brouwer ook zegt. We hebben een heleboel jonge AMV'ers in onze gemeente gekregen. En het is onze plicht om te zorgen dat ze onderwijs krijgen. En normaal gesproken, meneer Hammer, normaal gesproken meld je de kinderen aan bij in dit geval het Pontum College. En dan heb je daar geen werk aan, want dan zijn ze de hele dag onder de pannen. Dat is helaas op dit moment niet mogelijk. Hè. Het Pontum College had eerst Pontum 1, daarna Pontum 2 voor de Oekraïense kinderen. En zit op dit moment vol. En uw vraag is, zijn de middelen die we beschikbaar stellen, zijn die voor onderwijs of dagbesteding? Die zijn voor onderwijs en dagbesteding, maar dat onderwijs regelen wij zelf. Kijk, op het moment dat we ze inschrijven bij een school, dan hebben we daar geen kosten meer aan. Maar we kunnen ze niet inschrijven bij een school. Tenminste, een deel is daar nu wel. Een deel is er nu in graven ingeschreven. Dus daar vallen de kosten voor onderwijs weg. Maar die hebben we natuurlijk wel een hele tijd voor ons kiezen gehad. En we weten ook nog niet helemaal zeker of we na september, of ze dan in graven kunnen blijven, of dat ze dan weer terugkomen naar hier. Even kijken, CDA kan het COA geen plekken vinden. Ja, als je kijkt naar wat er allemaal binnenkomt in Nederland, dan zijn dat van alle handen pluimage, waaronder ook kinderen. En wij hebben in dit geval 50 AMV'ers gekregen. Ja, daar doe je verder niks aan. Ze zijn er nu eenmaal en dan moet je zorgen dat het onderwijs, onder andere, naast alle andere dingen, maar dat wij staan aan de lat voor het onderwijs. Als je dat niet
op een reguliere manier kan regelen, dan moet je het zelf doen. We hadden ook ervoor kunnen kiezen van ja, we stoppen de kop in het zand. En we zeggen gewoon, ja, Pontum kan het niet, dus wij kunnen het ook niet. Nee, we hebben op datzelfde moment gezegd, we gaan het regelen. We gaan onderwijs regelen en we gaan dagbesteding regelen. Tegelijkertijd hebben we gezegd, ja, we moeten er wel een oplossing voor zien te vinden. Dus kan het COA geen plekken vinden? Ja, het COA heeft plekken gevonden, bij ons in dit geval. Ja, voorzitter. Interruptie van de heer Van Loon. Doen we normaal niet tijdens de beantwoording, moet ik wel even zeggen. Ik sta nu toe. Maar dat gaan we niet doen. Dan een verhelderende opmerking. Want mijn vraag richtte zich niet zozeer over het COA als gesprekspartner voor het vinden van plekken. Maar het COA meldt zich bij de gemeente voor met de vraag, heeft u plekken? En de gemeente zou daar bij het COA in ieder geval de vraag kunnen neerleggen. Oké, maar wat betekent dat dan voor ons in financiële zin? Op het moment dat wij deze groep niet kunnen onderbrengen in het reguliere onderwijs. Dus zeg maar die financiële vraag, waar in het stuk over wordt gezegd van, we hebben eigenlijk geen goede plek om die vraag neer te leggen. Mm-hmm. Is het COA dan ook een gesprekspartner, wellicht voor die vraag. En dan niet alleen voor de vraag, gemeente, kunt u ons plekken leveren? Ja, het COA regelt heel veel zaken, betaalt ook heel veel zaken. Alleen het onderwijs, specifiek het potje onderwijs, daarvoor staat de gemeente aan de lat. Wij zijn verantwoordelijk voor onderwijs en niet het COA. En dat moeten wij uit onze eigen middelen in dit geval betalen. En we hebben dus, zoals ik ook in de beantwoording van de vraag heb gezet, een brief gestuurd naar het ministerie om aan te geven van ja, dit is wel, dat is wel heel mooi. We doen dit met alle liefde, maar we betalen het nu wel uit eigen zak. Kan dit niet gecompenseerd worden? Dus we hebben er wel melding van gemaakt van hey, let op. Dit kan zo niet. En ik hoor wel meerdere mensen zeggen, als je er meer gaat krijgen, ja, dan wordt dit postje natuurlijk een post. En op enig moment kunnen we ook wij het niet meer betalen. Even kijken, kunnen scholen leerlingen weigeren? Nog een vraag van de heer Hammer. Hè? Ja, in dit geval wel. Want de school zit gewoon vol. En het probleem is, de ruimte is geen probleem, maar het aantal docenten is het probleem. Er zijn gewoon geen mensen te vinden die les kunnen geven. Mogen geven. Dat komt omdat ze wethouder worden. Ja. Even kijken. Brief van de Tweede Kamer. Ja, mooi. Mevrouw de Vries, fijn dat u ook, laten we zeggen, de landelijke pijlen richt op uw eigen partij. Ik denk dat we de steun heel hard nodig hebben van alle landelijke partijen om ons daarin te helpen, om daar een financiële tegemoetkoming voor te regelen. Want we doen het nu en we regelen het nu en we betalen het zelf, maar op enig moment is ook hier de rek eruit. Dus dank daarvoor. Dank u wel. Gaan we naar de tweede termijn. Die was er, geloof ik, hè, meneer Van Lang? Ja, kort. Zoals gezegd, het stuk riep bij onze fractie eigenlijk vooral in vragen op met betrekking tot het financiële aspect. Inhoudelijk zijn wij akkoord met het voorstel zoals het er ligt. En ook wij vinden het belangrijk dat er voor die groep dagbesteding wordt gevonden. Want doe je dat niet, dan levert dat wellicht weer allerlei andere problemen op. Dus in die zin akkoord. Ik hoop in elk geval dat er binnen afzienbare tijd een oplossing komt voor een probleem waarvan we eigenlijk met z'n allen zien dat vrij snel op ons afkomt. Ik wil de wethouder vragen ook de raad op de hoogte te houden van ontwikkelingen daarin. Want zoals gezegd, het kan eigenlijk vrij snel ook aardig in de papieren lopen. Dank u wel. Dank u wel. Kijk naar de fractie van Lokaal. Geen behoefte aan een tweede termijn. VVD, meneer Hammer. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de antwoorden, allereerst. Voor ons ook inhoudelijk, dat zeiden we net al, in principe geen heel grote uitdaging in dit stuk. Misschien nog wel als idee, meegeven aan de wethouder. In Graven staat een Pol-ISK, dat is ook een school voor AMV'ers. Maar daar zitten de AMV'ers maar een paar weken, omdat het daar alleen intake is voor die groep. Zouden we niet een satellietschool of iets dergelijks in Bergendal daarvoor kunnen maken,
zodat we hier de school in Bergendal hebben. We hebben het lokaal al, want daar zitten die AMV's inmiddels. We hebben het docent al, want die krijgen daar les. Kunnen we daar niet iets mee doen als gemeente om daar in ieder geval eens een lijntje uit te gooien en te kijken dat we niet ons alleen maar richten op Nijmegen, maar misschien via een dependansachtige zaken hier naartoe kunnen. Want de plicht die al genoemd werd, die voelen wij als VVD zeker ook. En zeker omdat de financiering vanuit het Rijk voor die scholing maar 2 jaar loopt. Ongeacht of mensen een half jaar thuis zitten. En dan wordt het nog maar een anderhalf jaar financiering. Dus het is, die snelle scholing in het reguliere onderwijs, die is extreem belangrijk. Die zien wij ook als VVD. Dus daarom zijn we aan het kijken of we niet een beetje naar andere manieren kunnen zoeken om, om de AMV's die we nu in onze gemeente hebben en komen, beter kunnen faciliteren. Dus eens met het voorstel, met deze suggestie. Dank u wel. Geen behoefte bij GroenLinks, ook niet bij de Partij van de Arbeid. D66 ook niet. Kernachtig hoeft aan de tweede termijn. Dat is niet het geval. Dan geef het woord aan de wethouder voor een reactie op de bijdrage van de heer Hammer. Ja, en op die van de heer Van Loon. Op de hoogte houden uiteraard. Ik wil al wel een winstwaarschuwing geven, want ik verwacht dat er geen oplossing komt op korte termijn met betrekking tot het aantal wachtenden, mensen op de wachtlijst. Dus daar moet ik u toch wel een winstwaarschuwing alvast geven, u allen. Tot nu toe was het zo dat het Pontencollege de verantwoordelijkheid nam voor dit soort jongelui. Ik heb direct nadat wij die 50 AMW's hebben gekregen, heb ik een aantal overleggen in deze raadzaal belegd als trekkende gemeente. De schoolbesturen uitgenodigd en ook aanwezig geweest en gezegd van het is jullie pakje aan, hè, want jullie staan daarvoor aan de lat om onderwijs te verzorgen. Pontum gaf aan van ja, wij kunnen het niet en op dit moment zijn er gesprekken met andere onderwijsinstellingen om te kijken van hey, kunnen jullie die rol niet oppakken voor een derde groep. We hebben daarbij ook aangeboden om eventueel huisvesting, want wij hebben onderwijshuisvesting beschikbaar. Dus de school zouden wij kunnen leveren, alleen de poppetjes niet. En er moet dan een onderwijsinstelling zijn die de verantwoordelijkheid voor het gebouw, maar ook voor het onderwijs gaat nemen. Dus, en die gesprekken zijn er wel. Die worden nu geleid door Nijmegen. Nijmegen heeft het initiatief in deze overgenomen. Dan moeten we even afwachten. Dus als daar de capaciteit opgeplust wordt, dan zou dat een slok op een bol kunnen schelen. Want dan kunnen er een heleboel mensen van de wachtlijst daar naartoe. Dank u wel. En we houden u daarover op de hoogte. Dan kunnen we denk ik over tot de besluitvorming. En wie van u kan het voorstel niet steunen? En ieder kan het steunen. Kijk even of er behoefte is aan een stemverklaring. Ja, de heer Peters. Ik wilde wel iets voor zeggen, er is een heleboel gezegd vanavond, maar waar ik mijn eigen naam zorgen over maak, is er nog steeds geen bestemming op die leegstaande pandenlijst, laat ik het zo zeggen. Want het risico zit erin dat, laat ik het zo noemen, in de Hoflaan was dus de leegstaand pand, die eigenaar van dat pand, die schiet nogal wat op, laat ik het zo zeggen, met de bezetting van asielzoekers, of van AMV'ers in deze situatie. Maar wij niet. En ik stem niet tegen, maar ik maak me er wel zorgen over een aantal leegstaande panden in de gemeente en dergelijke. Dank u wel. Verder geen behoefte aan een stemverklaring, denk ik. Nee, dan is met een achtneming van deze stemverklaring het voorstel aangenomen. Dan gaan we over naar agenda punt 7, betreft de ingekomen stukken. Ik vraag u of u kunt instemmen met de door het presidium voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken in die verschillende categorieën. Eens even kijken, allereerst hier Bakker, Nick Bakker. Ja, dank u wel, voorzitter. Onder 7b staat een brief van de Beier. Die nodig ons uit voor een informatieavond willen zij organiseren. Wat ons betreft, van het CDA betreft, zouden we dat wel graag willen zien. Dus dat wil het college ook meegeven. Prima, nemen we mee naar het presidium voor de organisatie. Kijk even naar de fractie van Lokaal, geen behoefte. VVD, de heer Hammer. Ja, dank u wel. Eigenlijk dezelfde oproep als de heer Bakker. Waarbij wij het ook heel prettig vonden om de voortgang te lezen en ook te zien hoe het project zich ontvouwt. En ook rondom alle zaken rondom de zonnepanelen in het
in de plas erbij. Dus wat dat betreft al heel fijn om deze voortgang te hebben. Maar de uitnodiging die zij geven willen wij graag gestand doen. Uitstekend. Ik zie de griffier schrijven. Dus dat komt op het eerstvolgende presidium als voorstel terug. Kijk naar de fractie van GroenLinks. Ja, voorzitter. Dank u wel. Mij wordt net ingefluisterd dat wij ook gewoon de brief over Leut gewoon mee moeten nemen. Wat moet daarmee gebeuren? Die willen wij ook horen. Dat is net besloten. waar het mij eigenlijk om te doen was, onder 7b staat gewoon een brief over gemeente Schenkspoorlijn en de Maaslijn. Daarvan zouden wij graag de antwoord ook willen ontvangen, als het mogelijk is. Uitstekend. Ik denk dat dat zeker mogelijk is. Gaan we naar de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Van der Pol. En we zullen ons dus... ik heb een opmerking over de mail van de actiegroep Stop Uitlaat Herrie Motorrijders. Ik heb de collega-fractievoorzitters gevraagd om dit ingekomen stuk te verplaatsen naar in handen stellen van het college voor een voorstel of informatienota. Spijtig genoeg heb ik daar geen steun voor gevonden. Gezien de hoeveelheid commotie die de laatste tijd over dit onderwerp is ontstaan, verdient het, denk ik, meer aandacht dan slechts voor kennisgeving aannemen. Ik begrijp dat de toonzetting van de mails misschien aanleiding zou kunnen zijn om te denken van nou, daar heb je er weer een, we gooien hem maar weg. Maar ik vind het onderwerp te belangrijk om er op die manier naar te kijken. Dat wil ik erover zeggen. Dank u wel. Daar wil mevrouw Van Broekhoven graag op reageren. Ja, ik wil daar graag op reageren. Want ik wil de raad echt oproepen om hier niet op in te gaan. En daarom wil ik een statement maken namens lokaal over de brieven van de actiegroep Stop Uitlaat Herrie. Want die groep laat zich met heel veel herrie uit over het bestuur van onze gemeente Bergendal. Met aanmatigende hoofdletterstijl, onderstrepingen, kleuren en uitroeptekens wordt het handelen van de wethouder laakbaar genoemd en zou zij burgers absoluut minachten. Gesuggereerd wordt dat het een gefinancierde lobby van buiten de gemeente stevige grip heeft op het beslissend en uitvoerend niveau van onze gemeente. De handelwijze van de wethouder wordt vergeleken met dictatoriale regimes in Rusland, China, Noord-Korea. En dat omdat zij aangeeft niet telkens op dezelfde vragen te reageren. Heeft de actiegroep enig idee wat er zou gebeuren als een Russische burger zo'n brief aan het openbaar gezag zou sturen? Voor zover ik begrepen heb, bestaat de actiegroep uit ongeveer 40 leden. Zouden die 40 leden allemaal akkoord hebben gegeven voor deze tekst in deze brief aan de Raad van 27 april 2023? Ik vind dit echt heel erg zorgelijk. En de groep wil zelf anoniem blijven, omdat zij bang zijn voor agressie. Maar zo gaan we niet met elkaar om. Maar hoe gaan we wel met elkaar om? Nou, ik ben wel onder de indruk van Stichting Sieren met een mooie campagne over wat te doen als polarisatie dichtbij komt. Met 12 praktische aanbevelingen. Echt een aanrader. En onze raadsleden wil ik nogmaals vragen deze manier van aandacht vragen niet te bedienen. Wat mij betreft kan het college dan zelf bekijken of en op welke wijze zij wel wil reageren. Dank u wel, mevrouw Van Broekhoven. Dan ga ik terug naar de Partij van de Arbeid. Er was volgens mij nog een tweede reactie. Hè? Dus meneer Van Loon, dit is dan meteen uw maiden speech, denk ik, meneer Van Loon. Het mag niet geïnterrumpeerd worden. Oké, dat is prettig. Het gaat mij om een ingekomen stuk onder 7a. Daar staat een brief, een oproep eigenlijk voor menswaardig sociaal minimum van de Westeilanden. Staat in de ingekomen stuk als voor kennisgeving aannemen. Wij vinden het verzoek van de Westeilanden, in feite zijn dat bijzondere gemeenten, de Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Die verdienen naar onze mening ondersteuning van de gemeente Bergendal. Het voor kennisgeven aannemen is dan eigenlijk het voorbijgaan aan de dringende omroep om steun. Vandaar onze vraag eigenlijk om dit verzoek gewoon te honoreren en daar dus aandacht aan te besteden. En niet weg te
schuiven eigenlijk in een rubriek voor kennisgeving aannemen. Want dan gebeurt er eigenlijk niks mee. Dan weten we wel van daarachter. Dan verder weg is er iets, een sociaal probleem aan de hand, maar we doen daar niks mee. En we kunnen onze solidariteit prima tonen als voltallige gemeenteraad. Dus ik vraag dan eigenlijk aan de voltallige gemeenteraad om het college te vragen daar de ondersteuning te bieden aan de groep die dat heel fatsoenlijk aan ons vraagt. Zeker. Kijk eventjes rond. Wordt dat ondersteund? Ik zie geknik. Ik zie dat er geen meerderheid is voor dat voorstel. Dus dan blijft dit het afdoeningsvoorstel. Ja. Dat heb ik toch goed geteld. Ik zie mevrouw de Geef verbaasd kijken. U was er niet voor. En Kernacht was er ook niet voor. Nee, dan is er geen meerderheid. Ja, dat was meneer Van Loon. Ja, kijk ik verder naar de fractie van de D66. Ja, dankjewel voorzitter. Ja, met betrekking tot de... We moeten altijd even naar de term kijken. De stopuitlaat herrie motorrijders moeten wij zeggen dat we het betoog van mevrouw Van Broekhoven van harte ondersteunen. Wij waren ook zeer verbaasd. We zijn verschillende keren benaderd in allerlei mailtjes. Het is non-don op deze wijze. En wij zijn ook van mening dat er wel degelijk door het college maatregelen getroffen worden. En dat we wel degelijk aan deze zaak werken. Misschien niet snel genoeg. En er zijn nog steeds problemen, dat weten we. Maar we hebben wel een traject in gang gezet waar we effecten van verwachten. En laten we daarop vertrouwen. Dank u wel. Dank u wel. Kijk naar de fractie van Kernachter nog over de ingekomen stukken. Meneer Peters. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben bezig met agenda punt 7c en daar verbaasde me de aanbiedingsbrief van de NBM. En met name het ziekteverzuim onder de SW, 20,8%. En dan zeggen ze, daar hebben ze smoes voor, zo noem ik het gewoon keihard. Onze SW'ers zijn ouder. Onze SW'ers hebben een aanzienlijke gezondheidsproblematiek. Nou, volgens mij hebben we daar het UWV voor. En die geven niet voor niks een SW-indicatie af. Doen ze nu niet meer, maar die SW'ers zijn wel geïndiceerd als SW'er en niet als WO'er of WIA. WIA er. Het probleem, de problematiek die in het SW-bedrijf ligt, is dat ze verkeerde inleners hebben. Er zijn wel een aantal goede, maar er zijn ook verkeerde. En dan noem ik met name, heb ik daar vaker over gehad, Blueview. Daar wordt niet goed omgesprongen met het personeel. Daar is verloop van leidinggevende zelfs. Dus ik maak me daar eigenlijk een gigantisch zorgen over. En ik denk dat daardoor het verzuim toeneemt. En niet, laat ik het zo zeggen, door een of ander, omdat we wat ouder zijn of enorme gezondheidsproblematieken hebben. Dus ik vraag de wethouder ook om hier aandacht, dan ook extra aandacht aan te geven. Heeft ze me al toegezegd, maar in het openbaar doe ik het ook nog even. Dank u wel. Verder niets over de ingekomen stukken. Ja, toch, de heer Kersten, neem niet kwalijk. Nog één. Ja, ik wil even aansluiten bij wat mevrouw Van Broekhoff heeft gezegd over de actiegroep Stop Uitlaat Motorherrie. Zo moeten we gewoon niet met elkaar omgaan. En we moeten die mensen die ons bestuur op die manier bejegenen zeker niet een extra podium gaan bieden. Tot zover. Dank u wel. Mevrouw de Geef. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou toch ook nog eventjes willen reageren op alles rondom de motorherrie. Ik vond het een hele goede suggestie van mevrouw Van Broekhoven om te kijken naar die punten van waar polarisatie lijkt te dreigen te ontstaan. Wat kunnen wij dan doen om dat te verminderen? En ik zou juist hierin dus willen zeggen, dat betekent dus dat je van beide kanten zul je daarin dus naar elkaar toe moeten gaan. En ik zou het dus echt ontzettend jammer vinden als wij hier nou als raad zeggen van ja, we vinden inmiddels dat die brieven een toon hebben waardoor wij niet meer in gesprek willen gaan. Maar dat lijkt mij juist het tegenovergestelde van wat je zou moeten doen als je die punten van Sieren gaat volgen. Dus ik zou toch echt willen oproepen met elkaar om serieus te kijken naar van wat is er nou aan de hand? Volgens mij heeft de Gelderlander echt maandenlang al geschreven over wat voor ontzettende puinhoop het is, met name in de polder ook.
Volgens mij is het heel duidelijk, nou in ieder geval hoeveel problemen er zijn op verschillende stukken. Als het gaat om motorrijders, dat gaat ook over andere plekken in onze gemeente. En ik zou het dus echt heel erg jammer vinden als wij dit niet serieus nemen en als wij hier niet met elkaar aan willen werken. Korte reactie van meneer Kersten, dan meneer Verstegen. En dan gaan we er nu niet over discussiëren. We kunnen misschien ook goed in het in presidium eens een keer als apart punt opnemen. Want ik denk dat er principieel best wel dingen over te zeggen zijn. Twee reacties kort. Ja, de Gelderlander die schrijft wel vaker ronkende stukken daar. Ben ik nog niet zo van onder de indruk. Dus wat dat betreft. En dan, ja, weet je, polariseren. Ik bedoel, wie begint er met die toonzetting? Ik bedoel, iets kan stevig aangezet zijn. En dan moet je niet te gauw inderdaad de deur dichtgooien. Maar hier worden echt grenzen fors overschreden. En dan denk ik van ja, dan ben je het gesprek gewoon eigenlijk al kwijt. Dank u wel, meneer Verstegen nog. En dan ronden we af. Ja, wat ik net, meneer de voorzitter, wat ik net ook al zei, dat wij wel degelijk al bezig zijn met het onderwerp. En dat het best veel aandacht krijgt. En de klachten zijn nog niet opgelost, laten we ook eerlijk zijn. Maar de wijze waarop dit gepresenteerd wordt, is onacceptabel. Dan kun je in gesprek gaan. Als mensen zich niet eens identificeren, dan is het al verdomd moeilijk. En, dus ik denk dat we ons wel degelijk ook een bepaald niveau mogen aanrekenen. Dank u wel. Dank u wel. Geef ik mevrouw De Geef het allerlaatste korte woord. En dan denk ik dat het goed is dat we in het presidium er nog eens even over spreken. Dank u wel, voorzitter. Dat lijkt me een heel goed idee om in het presidium er verder over te spreken. Ik moet echt nog wel zeggen, op het moment dat je deze mensen benadert, dus dat je gewoon in contact met ze treedt, dan krijg je een fatsoenlijk antwoord terug met een naam eronder. Dus ik snap niet wat er gebeurt. Maar misschien dat het niet bij iedereen zo gaat, maar wij zijn gewoon op een normale manier met deze groep in gesprek. En ik hoop dat wij juist als verantwoordelijk zijnde, ik vind in ieder geval dat wij als gemeente verantwoordelijk zijn om een stap te zetten om juist wel met onze mensen in gesprek te blijven. Dus ik hoop dat het lukt en ik kijk uit naar het gesprek in het presidium. Dank u wel. Ja, dank u wel. We gaan over naar agenda punt 8, informatie, nota's en memo's. Kijk even of daar behoefte nog is om het woord over te voeren. De heer Bakker, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een opmerking over de evaluatie van het Zand en Ooi. Ten eerste, heel mooi geworden. En blij dat het ook met een positief saldo is afgerond. In de communicatie staat alleen niks vermeld over iets wat met de oren is gekomen van de carnavalsvereniging. Dat de optocht niet meer door de wijk heen kan, nu door de omvorming van de straten. De herinrichting. Misschien wil ik graag even meegeven aan het college. Ik weet niet of het bekend is bij het college, maar ik hoop dat ik dat nu dan toch bekend maak. U hebt het meegegeven, dank u wel. Kijk even naar lokaal, geen behoefte, VVD. Ja, meneer Hammer. Ja, dank u wel, voorzitter. Over twee punten. Allereerst het memo rondom het Lage Wald. Wat ons betreft fijne bijeenkomst geweest in de carousel. We hebben altijd gezegd 3 eisen in ons verkiezingsprogramma staan voor in te kunnen stemmen met dit soort plannen. Daarvan zijn er hier 2 zeker weten voldaan wat ons betreft. De derde is de bankgarantie voor het opruimen. Nou, dat is ook iets wat tussen grondeigenaren en de initiatiefnemers is uiteraard. Maar we hebben toegezegd gekregen dat er wel ook iets in de entrière overeenkomst zou komen. Dus die wil ik hier nog wel een keer benoemen om nog een keer kracht bij te zetten. En als tweede de memo over de bouwstenen van de Groene Metropoolregio. Dat is iets langer. Want naar aanleiding van de vergadering op 11 mei wil ik daar toch het volgende over opmerken. Vooropgesteld dat ik met meer informatie en wijzer wegging uit de vergadering dan dat ik kwam, willen we toch wel punten ter verbetering van het proces meegeven via de portefeuillehouder aan de Groene Metropoolregio. In de vergadering heb ik en meerdere carouselleden redelijk veel vraagtekens gezet bij de inhoud, het proces, de onduidelijkheden en wat nog meer ter tafel kwam. De VVD ziet de Groene Metropoolregio een taak voor zichzelf heeft toegeëigend op zaken als Novex, waarvan de afkorting me eerst onduidelijk was, maar na de vergadering bleek nationale omgevingsvisie extra te betekenen, en regioarrangementen. Wat er hierbij van raden verwacht wordt, was vooraf onduidelijk en de verhouding met al bestaande zaken, zoals de verstedelingsstrategie, al helemaal. De VVD is daar wel wat wijzer geworden gelukkig, maar snapt het proces gewoon niet zo goed. En er blijken nu wat extra elementen aan de verstedelingsstrategie te worden toegevoegd om te komen tot een regioarrangement. Wij hadden verwacht een discussie te voeren over die elementen. Waarom deze 3, waarom geen 6 en waarom überhaupt dingen toevoegen? Allemaal vragen die de Raad aan het stuur zetten. Nu voelt het alsof er in september, oktober een stuk zou komen waar we alleen kunnen tekenen bij het kruisje, want we moeten namelijk met 18 gemeenten daar iets van vinden. 1 juli bestuurlijk akkoord en dan ook nog
akkoord van alle 18 raden dit jaar. De VVD kan zich niet aan de indruk onttrekken dat dit nu met stoom en kokend water moet, omdat er op 13 plekken in bestuurlijk Nederland grote onzekerheid heerst over de koers in de nabije toekomst. 13, namelijk bij alle provinciebesturen en in Den Haag. De boodschap van de carousel was volgens ons wel helder. Portefeuillehouders, neem dit mee in alle overleggen. Zo'n stuk met zoveel onduidelijkheid en zonder een raad mee te nemen in de voorliggende keuzes vanuit een groene metropoolregio is onjuist en dient men qua werkwijze te veranderen. Anders dreigt het een waterhoofd te worden zonder aansluiting waar ze voor is. Dank u wel. Wel, dan gaan we naar de volgende fracties. GroenLinks, mevrouw De Geef. Ja, dank u wel, voorzitter. Een korte opmerking over de pontjes. Graag zouden wij het college oproepen om toch vinger aan de pols te blijven houden voor als er veranderingen zijn in lokale of maatschappelijke wijzigingen, te kijken of er wel weer een mogelijkheid ontstaat voor een fietsvoetverkeer Bemmel-Ooi, ook gezien het woon-werkverkeer richting Arnhem. De tweede, een wat langere over Lage Wald. Laat ik duidelijk zijn. GroenLinks ziet ontzettend graag een zonnepark op deze plek. Wij zijn groot voorstander van goed maatregelen nemen om de klimaatverandering tegen te gaan. Wij zijn ontzettend blij ook met de wijze waarop de gemeente de participatie heeft vlot getrokken. Want ook dat is uiteindelijk op een fatsoenlijke manier gegaan. Echter, wij zijn niet blij met de inpassing, de huidige inpassing. En daarmee de veel minder gunstige natuurwaarden die in het eerdere voorstel stonden. Nou wil ik graag oproepen, want na de carousel waar het onderwerp aan de orde kwam, heb ik ook nog even gesproken met zowel de natuurorganisaties als met de projectontwikkelaar. En ze waren op dat moment al met elkaar in gesprek en het was mij ook heel duidelijk dat er zeker nog ruimte is bij de projectontwikkelaar om meer te doen voor de natuur bij dit park. Zonder daarmee datgene wat met de omwonenden is afgesproken teniet te doen. En daarom zou ik de wethouder willen oproepen om net als met de participatie toch nog een poging te doen om met de natuurorganisaties en de projectontwikkelaar in gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat de natuurwaarden bij dit park verder verhoogd kunnen worden. Dank u wel. Interruptie, maar u was al klaar. Mevrouw Brouwer. Ja, het begint mij op te vallen dat wij dingen uit de carousel die dan ergens nog een beetje staan gewoon weer opnieuw gaan doen of zo. Ik vind het wel vreemd. Alles heb je kunnen zeggen in de carousel en nu staat er ergens een regeltje en dan gaan we gewoon opnieuw een soort van kleine carousel doen. Ja, ik weet niet. Het valt me vandaag op. Dank u wel. Mevrouw Geef. Ja, dank u wel. Voorzitter. Het lijkt me duidelijk dat als er bij een carousel of naar aanleiding van een carousel toch nog iets binnen de fractie wordt besproken. En dit is absoluut aanleiding. Er is na die carousel zijn er nog nieuwe zaken naar voren gekomen. En daarmee lijkt het mij volstrekt legitiem om daar dus ook nog weer op terug te komen in de raadsvergadering. Nou, dank u wel. Ja, laatste reactie van mevrouw Brouwer. Ik blijf het bijzonder vinden. Het viel me net ook al op. Bij een ander onderwerp was dat ook al. Ik vind het apart. Dus, en dat is mijn mening. Ja, u hebt uw oproep gedaan, mevrouw De Geef. En hij is gehoord. Ik ga even kijken of er meer behoefte is om nog iets te zeggen over de agenda punt 8. Ja, meneer Verstegen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil even een compliment maken met betrekking tot de evaluatienotas van het Zand, Wolflaan en Groesbeek en Nassaustraat en Ooi, waar alle drie een positief saldo tentoongespreid wordt. En we hebben vaak dat we kritisch uiten als er tekorten komen. En dit hadden we eigenlijk niet verwacht, want er was eerder een signaal gegeven, er zal nog wel meer komen. We zijn zeer verheugd dat er deze drie informatienota's zeer positief uitvallen in het kader van een positieve aanbesteding. Dank u wel. Ja, dank u wel. Kijk naar de fractie van Kernacht Groesbeek. Geen opmerkingen over agenda punt 8? Nee, dan gaan we over naar agenda punt 9. Vaststellen van de verslagen van de carousel en de raadsvergadering. Betreft hier de verslagen van de vergadering van de raad van 13 april, de carousel van 11 mei en de themabijeenkomsten 6 april en 16 mei. En over het verslag van 11 mei is een opmerking binnengekomen van mevrouw Vree. En die is een overleg met haar doorgevoerd. En met die opmerking kunnen we die verslagen vaststellen. Dan gaan we over naar de actieve informatieplicht door het college. Ook niet een uitnodiging voor discussie, maar mocht u daar verder over willen praten, kunnen we dat via het presidium altijd gaan agenderen. Als eerste zou ik wethouder Weijers willen uitnodigen om een tweetal zaken mede te delen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee mededelingen. Eén betreft het veer. Dan niet bij mijn ooi, maar het andere veer. Ik had u beloofd om u op de hoogte te houden. Ik heb de vorige keer aangekondigd dat ik, namens de drie gemeentes de onderhandelingen zou doen. Nou, die onderhandelingen die zijn geweest. Wij zijn eruit. Er is een onderhandelingsakkoord. Dat wordt op dit moment nog teruggelegd bij de andere twee gemeentes. Ik heb het inmiddels wel al hier in het college even besproken. De andere twee gemeentes zijn er nog mee bezig. En we hebben binnenkort weer een overleg, zeg maar, met de drie gemeentes. En de dag daarna weer spreken we met Velma Kiewiets. Dat gaat over een onderhandelingsakkoord voor 5 jaar. Dus vanaf 2024 en 5 jaar verder. Daar zal nog een raadsvoorstel voor volgen. En als u daarmee akkoord gaat, dan nemen we het ook op in de begroting voor de komende jaren. Voor 2023, de eerste 3 maanden heeft Kiewiets niet gevaren. Op dit moment varen ze een eigen programma, een zomerprogramma. Er komt nog een offerte. We hebben daar een tijdje geleden over gesproken, maar die is er nog niet. Er komt nog een offerte van de firma Kiewiets over de laatste 3 maanden van het jaar. Dus dat wachten we nog even af. Dat zal een incidenteel bedrag zijn. En na verwachting is dat bedrag dusdanig groot dat het college daar besluit over kan nemen. Dan de zandhagedis. U heeft er vast al wel iets over gehoord. We hebben de afgelopen jaren vanaf 2016 zijn we bezig, en na aanleg van het fietspad hier door het bos, zijn we bezig geweest over hoe gaan we om met de zandhagedis, hoe kunnen we de zandhagedis beschermen. We hebben daar maatregelen voor getroffen. We hebben het fietspad al een keer afgesloten gehad, omdat we niet aan onze eisen voldeden. Er is nu een definitief onderzoek binnen, en dat stelt dat de populatie op dit moment dermate laag / slecht is en de leefomgeving dermate achteruit is gegaan dat wij niet voldoen aan de wet. Dus wij moeten actie ondernemen, dat gaan we ook doen. En we hebben daar afgelopen week collegebesluit over genomen dat wij de hekjes, de bescherming, zeg maar, zoals die er al stond, gaan uitbreiden. En daarmee verwachten wij dat het probleem met betrekking tot het platrijden van de zandhagedis in de spoorkuil verleden tijd is. Dank u wel, wethouder. En dan gaan we naar mevrouw Barber voor een aantal mededelingen en beantwoording. Ja, dank u wel, voorzitter. De eerste mededeling dat betreft Munitax. Ik had afgesproken dat ik u op de hoogte zou houden als we weer overleg hadden gehad. De mededeling was er al dat het aantal bezwaren meer dan verdubbeld was. Er ligt nu ook een berekening onder en dat gaat ons voor de jaren 23 en 24 445.000 euro extra kosten. Het is ook mensen die zelf bezwaar hebben ingediend, maar daar worden veel minder uren voor berekend. Maar juist de no-cure, no-pay-bureaus die niet alleen bezwaar, maar ook in beroep gaan, dat blijft natuurlijk wel aantikken. We gaan het nog wel steeds vanuit dat incidenteel voor die 2 jaar is. En tijdens de laatste vergadering heb ik ook geopperd om toch ook, de staatssecretaris die noemt zo makkelijk maatregelen waar het zo snel gaat, om toch ook een brief te schrijven met ook ons probleem, hoe wij het hier bij Munitax ervaren. Er komt een raadsvoorstel voor en dat zal dan een begrotingswijziging in moeten houden. Dan heb ik ingegeven door het eigenlijk niet voorhanden zijn van een verkeersmedewerker. Er zijn 2 schriftelijke vragen over verkeer en die wil ik graag mondeling beantwoorden, zodat dat in ieder geval op de afdeling wat minder druk veroorzaakt. De eerste is de oversteekplaats bij de Drulseweg Nijerf. Ja, zoals u zegt, het zijn vragen naar aanleiding van een motie. Een motie die unaniem aangenomen is.
Het heeft erg lang geduurd, zoals u zegt, in uw vragen. Er is in die tussenliggende periode natuurlijk wel wat gebeurd. Er is een advies gevraagd over die oversteekplaats. En eigenlijk is het een advies van, in de eerste plaats, van het is eigenlijk niet nodig. En aan de andere kant komt er dan van, ja, maar er zijn wel heel veel kinderen die er oversteken, dus er zou wel iets moeten gebeuren. Dan zou je hem heel simpel kunnen doen, maar eigenlijk moet je dan toch wel, als je dan weer verder het advies leest, moet je wel zorgen dat er ook verlichting boven komt en dergelijke. Dat betekent dus dat we toch ergens tussen de 10.000 en de 15.000 euro waarover praten. We hebben het nu in gang gezet om dat verkeersbesluit toch te nemen. En aangezien u dat unaniem besloten heeft, denk ik als er op de afdeling niet voldoende budget is, dat ik erop mag rekenen dat het ook uit een algemene reserve zou kunnen, gezien het besluit wat er toen genomen is. Maar we zijn er dus nu echt mee aan de slag, maar het heeft veel te lang geduurd, door allerlei redenen. En dan komen we toch weer met een vraag over de motoren. En die begint eigenlijk een beetje grappig. Het is eigenlijk geen grappig onderwerp, moeten we zeggen. Met een vraag of bent u bekend met een artikel van een gereformeerd gezinsblad en dergelijke. Nee, ik was er niet meer bekend, maar ik heb het nu gelezen. Het was leuk om te lezen. En zo zou ik vraag 2 ook grappig kunnen beantwoorden door te zeggen van ja, als je 60 jaar motoroverlast ervaart in onze gemeente, moet je in ieder geval ruim 60 jaar hier wonen. Ik wil er niet flauw over doen, ik wil eigenlijk helemaal niet grappig doen. Maar bij vraag 3 wil ik eigenlijk verwijzen, vraag 3 gaat er eigenlijk in, wat doen we aan duurzaamheid, verkeersveiligheid, volksgezondheid en hoe gaan we dat oplossen? Wil ik eigenlijk verwijzen naar een raadsvoorstel uit mei 21, een behoorlijk lijvig voorstel is dat geweest. Daar staat heel veel uitgelegd en dat we toch echt niet als gemeente zelf onze normen voor uitlaten en dergelijke vast kunnen stellen. Dus dat daar weinig te doen is. U vraagt dan ook wat we gedaan hebben met de adviezen van Dirk Zwager, advocaten hierover. En eigenlijk heeft u in dat raadsvoorstel gewoon dit bij uw besluit ter kennisgeving, voor kennisgeving aangenomen. Dus niet meer dan dat. Het is niet een opdracht dat we daar iets uit gaan voeren. En hetzelfde geldt eigenlijk ook als er gevraagd wordt of een besluit van voor de gemeente Loopwijk, dat ze iets af kunnen gaan sluiten, of dat ook ons kan helpen. Het zou kunnen helpen als wij ooit besloten hebben dat we iets af willen sluiten, maar dat heeft de raad nooit besloten, dat heeft het college niet gevraagd. Dus ja, eigenlijk staat alles in dat voorstel, in dat raadsvoorstel van mei 21. Misschien moet u daar nog een keer goed naar kijken. Dank u wel, mevrouw Barber. Dan gaan we voor een laatste mededeling naar mevrouw van Scheur. Ja, dank u wel. Ik wilde even laten weten dat we hebben besloten om te stoppen met de spreekuren van ons sociaal team in de wijken. De reden waarom, omdat er geen mensen komen. Mensen weten ons heel goed te vinden via de telefoon. En we hebben natuurlijk onze opbouwwerkers in de wijken. We hebben dus formulierenbrigade. Dus we hebben heel veel andere dingen in de wijken. Via die kanalen weten de mensen ons goed te vinden, maar vooral ook telefonisch. Dus ja, het is ook lastig om de mensen nog gemotiveerd te houden om die spreekuren te draaien als ze daar gewoon eigenlijk voor niks komen. Dus, maar ik vond het wel belangrijk dat u dat weet. Okay. Dank u wel, mevrouw van der Scheur. Dat was de actieve informatievoorziening door het college. We gaan over naar actuele vragen van raadsleden. 1 vraag binnengekomen van Marloe Peters, D66, over de stand van zaken bij de moties doneer, ringen en laadpalen infrastructuur. En daar is ook een beantwoording op. Misschien wilt u even voor de kijkers en de luisteraars nog even kort uw vraag stellen concreet. Dan snelt er een wethouder hier naartoe om een reactie te geven. Dat is helemaal goed. Inderdaad hebben wij in november met elkaar 2 moties aangenomen. 1 over doneringen in de centra voor statiegeld, blikjes en flesjes. 1 april zijn de blikjes ook ingevoerd als statiegeld. Dus het lijkt ons goed om eens opnieuw te kijken van hoe staat het daarmee en hoe ver zijn we. En die andere gaat over de laadpaleninfrastructuur, waar we ook met elkaar een motie over hebben aangenomen om daar 1 visie in te ontwikkelen hoe we de komende jaren dat willen gaan inrichten. En ik heb gevraagd om een update voor beide moties. En een globale planning. Nu dank u wel, mevrouw Peters van Wethouder ten Westeind. Dank u wel, mevrouw Peters, voor de reminder. De doneringen. Het eerlijke antwoord is dat we nog niets gedaan hebben. En dat komt omdat de ambtenaar die het uit zou gaan voeren tijdelijk een aantal taken van Afke Pos
onze contact zo met de ODRM heeft overgenomen. Omdat dat vakant was en we die niet 1, 2, 3 ingevuld hadden. Het goede nieuws is dat vorige week een nieuwe collega is begonnen. Onze nieuwe contactpersoon voor de ODRM. Een medewerker die van de ODRA afkomt. Dus ook een behoorlijke stuk kennis en ervaring met zich meebrengt. En dat betekent weer dat er bij de ambtenaar afval en milieu wat ruimte komt. En we gaan met uw doneringen, althans de motie, ook zo snel mogelijk aan de slag. Dat is het korte antwoord op de stand van zaken, doneringen. Ja, dan komt er een tweede wethouder voor de laadpalen infrastructuur. En dat is wethouder Weijers. Ja, en die had ook nog weer door een andere wethouder beantwoord kunnen worden. U vraagt bij motie in november 22 om een plan voor uitbreiding laadinfrastructuur. Bij de beantwoording toen heb ik al aangegeven dat we op dat moment werkten op basis van verzoek. Hè. Dus iemand vraagt iets aan en we kijken of het kan en we leggen hem aan. Die werkwijze hanteren we nog steeds. Het plan voor uitbreiding laadinfrastructuur, daar zijn we nog niet mee begonnen. Dus we werken nog steeds op de oude manier. De nieuwe manier had geen prioriteit. En degene die het nu zou gaan oppakken is inmiddels vertrokken. Het is dezelfde persoon als waar mijn collega het net over had. En we wachten even tot er een nieuwe is. En dan gaan we daarmee aan de slag. Voortvarend aan de slag. Korte reactie van mevrouw Petersen. Gaan we verder. Ja, dank u wel, voorzitter. Begrijpelijk dat het niet de grootste prioriteit heeft. En als het allerlei ambtelijke capaciteitsproblemen heeft, dat dat aan de kant wordt geschoven. Maar het is natuurlijk niet zo als wij met elkaar hebben aangenomen dat we op de lange termijn voorop willen gaan lopen en het goede willen doen en niet achter de feiten aan willen lopen met aanvragen en daarna iets doen. Dat het niet oneindig een argument kan zijn om dat gewoon op die manier te doen. Dus wel, maar ik heb al begrepen het vriendelijke verzoek om dat zodra de capaciteit is op te pakken. Dank u wel. Laatste reactie van de wethouder. Ja, het is zeker niet de bedoeling om het oneindig voor ons uit te schuiven. Als de volledige raad erachter staat, dan wie zijn wij dan als college om het niet uit te voeren. Maar het was tot op heden nog niet mogelijk. Duidelijk. Dank u wel, wethouder. Gaan we over naar de mededelingen van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen en deelnemers en werk- en klankbordgroepen, agenda punt 12. En ik heb alleen mevrouw Bormans genoteerd om iets mee te delen over de Euregio. Mevrouw Bormans. Dank u wel, voorzitter. Op 20 april jongstleden is er een bijeenkomst geweest van Euregio waarbij uitleg is gegeven over hoe vanaf 2023 subsidie verstrekt kan gaan worden voor Nederlands-Duitse projecten binnen het Interreg 6-programma. De administratieve afhandeling wordt eenvoudiger. Er is een onderscheid gemaakt tussen mini-projecten met een subsidie van een vast bedrag van €750 en kleine projecten met een subsidie tot €25.000. Om in aanmerking te komen over de subsidie is een samenwerking nodig tussen twee partners, een Nederlandse en een Duitse. Voorheen werd het project People to People genoemd. Je kunt subsidies aanvragen in het kader van onderwijs, bijvoorbeeld schooluitwisselingen, gezondheidszorg, bijvoorbeeld samenwerking in de zorg, administratieve samenwerking, toerisme of natuurbehoud of iets dergelijks. Vertrouwensopbouw, met name samenwerking tussen de burgers, bijvoorbeeld kunst, sport, cultuur, sociale projecten. Zo'n project duurt dan 1 dag en is uiteraard grensoverschrijdend. Het enige wat je hoeft te doen is een korte projectaanvraag te schrijven. Daarop wordt binnen een aantal dagen op gereageerd door de Euregio en je hoeft geen bonnetjes meer in te leveren. Je dient een eindverslag in en een bewijs dat het project heeft plaatsgevonden, een foto of iets dergelijks. Aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van de Euregio. Ook voor alle overige informatie, ook voor andere kleine projecten, kunt u terecht bij de Euregio. Dit alles in het kader om van elkaar te leren, samen te werken over de grenzen heen, want samen leven stopt niet bij een grens. Dus mocht u projecten weten die hiervoor in aanmerking komen, vraag deze subsidies aan bij de Euregio. Dank u wel. Top. Dank u wel, mevrouw Bormans. Reactie daarvan van de heer Verstegen.
Nou, geen reactie, maar ik wil ook graag even gebruik maken van dit agendapunt vanuit de agendacommissie in Metropoolregio. Maar ga, anders. U was klaar, mevrouw Boman? Ik ben klaar. Dan ga ik. Ja, sorry, meneer de voorzitter, dat ik me niet aangemeld heb, maar ik was daar niet van op de hoogte. Maar als lid van de agendacommissie Groene Metropoolregio, waar we afgelopen maandag een vergadering hebben gehad, wil ik toch ook namens mevrouw Van der Greef, die ook lid is van diezelfde commissie, toch even twee zaken noemen. Nog even voor de duidelijkheid, de agendacommissie is procesmatig actief en dus niet inhoudelijk. Maar zoals in de carouselvergadering over de Groene Metropoolregio van 11 mei is gepresenteerd, moet het Rijk de regie nemen bij ruimtelijke vraagstukken, onder andere energie, landbouw en natuur. De provincie, en dus daarmee ook de gemeenten, moeten met een opgave een bod komen om met het oog op het meerjarig budget van 24 miljard, om daarvoor in aanmerking te komen. De provincie Gelderland bouwt deze bijdrage op de verstedelijkingsstrategie en de opgaves per regio waaraan gewerkt wordt door de Groene Metropoolregio. En de Groene Metropoolregio is één van de regio's in de provincie Gelderland. Het VLGG, het Vitaal Landelijk Gebied Gelderland, moet wel voorzien worden van content. Hetgeen belangrijk is om mee te doen. De portefeuillehouders zijn hierbij intensief betrokken. Ook onze portefeuillehouder. Het groen-blauw raamwerk van de Groene Metropoolregio is een verkennend document. Ter kennis gebracht, maar nog niet als besluit ter tafel geweest en dus ook nog niet goedgekeurd. Maar het is wel input voor de VLGG. De samenhang der dingen is deze week in het algemeen bestuur besproken en zou wat meer duidelijkheid kunnen bieden. Ik hoop dat we daar ook bij gelegenheid iets meer van mogen vernemen. De besluitvorming moet goed gevolgd worden. Wat is bestaand beleid? Wat zijn de wensen en ideeën voor de toekomst? De VLGG komt nog naar de Raad voor besluitvorming, net ook al even aangegeven. En ik stel me ook voor dat we het college moeten vragen ons hierbij intensief te betrekken en tussentijds te informeren. Het tweede punt wat in de vergadering vrij uitgebreid in orde kwam is dat we een zorgpunt hebben met betrekking tot het beter betrekken van alle raadsleden in de Groene Metropoolregio. Er zijn 380 raadsleden en bij bijeenkomsten, de regio bustour recent, is de opkomst zeer matig. Het voorstel is dan ook om meer met webinars te werken, informatiebrieven en de website, maar ook een oproep aan ons allen om actiever te zijn bij de onderwerpen en de uitnodigingen van de GMR. De Groene Metropoolregio is heel bepalend voor de toekomst. We hebben net al even gehoord dat ook het bod wat de provincie moet doen, waar we dan uiteindelijk ook voor afhankelijk zijn, wat ook impact heeft op de groen-blauwe kaart van de gemeente Bergendal. Dus daar moeten we wel degelijk actief in participeren. Dus vandaar de oproep. Dank u wel. Dank u wel, meneer Verstegen. Kijken of er andere mededelingen zijn uit werkgroepen of gemeenschappelijke regelingen. Dat is niet het geval. Dan gaan we over naar agenda punt 13. En dat betreft de motie van GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66 over kabelgoottegels. Ik weet niet wie erover het woord gaat voeren. Ik zou hem niet helemaal voorlezen, want het is bijna een A4'tje. Als u hem even voor de luisteraars en de kijkers kort toelicht, dan krijgt u een advies van het college en dan kunnen we het debat starten. Meneer Gudarts. Nou, ik wou net zeggen, wij hebben hem kort ingediend, maar bij de Griffie is hij ineens langer geworden. Dat kan ook. Maar GroenLinks begeeft zich ook buiten campagnetijd gewoon de wijken in. Met heel veel plezier overigens. Ook nuttige gesprekken met inwoners. Ook in kleine straatjes waar je normaal gesproken helemaal niet komt en ook niet woont. En wat wij toch wel zien als wij zo door de wijken lopen, dat er toch steeds meer elektrische auto's in onze gemeente zijn. Het zijn er nog niet heel veel, maar het is toch wel groeiende. En wat we ook tegenkwamen in de Heilig Land Stichting in dit geval, was dat mensen laadkabels over het trottoir heen leggen, vanuit hun woning gewoon naar de auto, want ze hebben dan geen oprit. En dat zorgt voor gevaarlijke situaties en mogelijk ook ongelukken, omdat mensen kunnen struikelen. En ook wordt de toegang voor minder valide natuurlijk belemmerd. In sommige gemeenten zie je dan kabelgrote tegels, noemen ze dat. Gewoon een tegel met een groot erin waar je dan de kabel in kunt leggen. En daarmee kun je die problemen ondervangen.
En dat is duurzaam, want je stimuleert ermee dat mensen gewoon via hun eigen zonnepanelen de auto kunnen opladen. Je ontziet ook het energienet. We weten allemaal van die congestieproblemen. Nou, heb je de auto eraf en gewoon bij de zonnepanelen weer erop. Het is ook gewoon veiliger. Dus gewoon alle problemen opgelost. Het is ook gewoon hartstikke duurzaam. En we zouden dus het college willen oproepen om in het vierde kwartaal van dit jaar nog de raad te informeren hoe we dit mogelijk kunnen maken. En ook welke financiële bijdrage wij van de inwoners vragen. Het is dus niet de bedoeling om een miljoen miljard stoeptegels of gewoon de kabelgroottegels gewoon in de gemeente neer te leggen. Maar alleen op aanvraag en ook in andere gemeenten zag ik dat er ook substantiële bedragen voor worden gevraagd. In de orde van enkele honderden euro's. Maar ja, dat zou ik dan zelf kunnen uitzoeken en ook bepalen. Dank u wel. Een advies daarover van het college bij monden van wethouder Barber. Ja, eigenlijk gaat deze motie ervan uit. Nou, het begint met lastig over die kabels. Maar volgens mij mag je niet eens de kabels op die manier op de stoep leggen. Maar dat even terzijde. Maar het gaat er dan ook vanuit dat je dan een parkeerplaats, dat jij op die parkeerplaats recht hebt. En dat is ook niet zo als jouw buurman daar toevallig staat, hoe doe je dat dan? Maar goed, dat zijn dingen die opgelost kunnen worden. Ik vind het wel jammer, we hebben de komende tijd al Delta die flink wat graafwerk in onze stoepen gaat doen. En daarna meldt zich KPN volgens mij ook nog eens een keer, die ook weer gaat graven. Dit is ook best wel weer een ingreep in de stoep. En een heel snelle berekening, het komt inderdaad op tussen de 500 en de 600 euro wil je dat aanleggen. En ik zou denken, als iemand die auto koopt, dan zou die dat ook zelf moeten betalen. Dat lijkt mij, maar daar gaat u over de financiën. In andere gemeenten, of je ziet het ook, dat er kabelmatten zijn. Die zijn ook best wel goed. En dan zit je niet precies aan dat gootje gebonden. Dan kun je misschien ook nog eens een keer net wat anders leggen. En die werken ook heel goed. Dus ik zou echt om op deze manier overal die goten te gaan graven weer in de stoep. Zouden we als college ontraden. Er zijn ook andere mogelijkheden. En dat het goed is dat mensen zelf op kunnen laden. Nou, ja, prima. Dat lijkt me alleen maar prijzenswaardig. Ja. Dank u wel. Dan geef ik u weer het woord voordat we een rondje gaan maken. Ontraden door het college. Gewoon van die parkeerplekken en de buurmannen. Nou, dat is inderdaad oplosbaar. Mensen zijn best in staat om met elkaar te praten. Ik ken dat ook bij vrienden van mij, niet in deze gemeente. Maar dat werkt echt prima. Die hebben naar aanleiding daarvan, ze kwamen daarnet wonen, gewoon een soort groepsapp met enkele buren opgestart. Zorgt ook voor verbinding. Dat is echt hartstikke mooi. Nieuwegein in dit geval. KPN en Delta, die waren ook al met de stoep bezig. Nou, het zou inderdaad een probleem worden, zou ik ook vinden, als we dit in de hele gemeente gewoon weer zouden doen. Het moet ook gewoon niet de hele tijd gewoon dat we met de stoep bezig zijn. Maar dit zou naar verwachting gewoon op mijn enkele kabelgroottegels gewoon gaan. Want het moet echt op aanvraag gebeuren. Dus niet standaard leggen, maar alleen op aanvraag. De kosten, helemaal met u eens. Gewoon op de aanvraagverhalen, als je een grote auto kunt betalen. Dan moet dit ook gewoon kunnen. Vaak zijn het ook leaseauto's van een werkgever. Wellicht wil die dit ook gewoon betalen. Kabelmat vind ik ook een mooie. Als je dat ook mogelijk zou kunnen maken, gewoon, ik zou zeggen, gewoon mooie aanvullingen op de motie, neem dat ook gewoon nog mee. In ieder geval zorg gewoon dat er gewoon een oplossing komt. Zo. Begrijp ik dan dat u de motie staande houdt of houdt hem wel staan? Kijk even wie de behoefte heeft om het woord erover te voeren. Ja, meneer Bakker. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat we wel iets hier aan moeten doen. Want op dit moment is het dus inderdaad verboden om volgens mij ook een kabelmat er neer te leggen. Dat is natuurlijk wat je. Het is überhaupt voor mij verboden om op dit moment om een kabel over de stoep heen te leggen. Op dit moment, stel je zou een inrit aanvragen. Als ik goed begrepen heb, dan mag je dat zelf laten uitvoeren met een vergunning. Zou het niet mogelijk zijn om mensen een vergunning te laten aanvragen en dan onder voorwaarden zelf die kabel groot te laten aanleggen? Als het dan gewoon netjes gebeurt, dat er dan nog niks aan de hand is. Maar ik ben inderdaad, de motie vraagt om een financiële bijdrage van de gemeente, of in ieder geval om onderzoeken of dat is, daar ben ik geen voorstander van. Maar goed. Dank u wel. Lokaal, mevrouw van Boekhoven. Ja, ik wilde voorafgaand ook nog zeggen dat we hebben 4 moties, 13, 14, 15 en 16. We hebben ook net in de beantwoording over de moties van voorheen gehoord dat er echt ambtelijk tekort is.
En dat we aan die moties vaak ook niet eens tegemoet komen. Ik hoorde zelfs schriftelijke vragen beantwoorden door mevrouw Barber vanwege ook het ontlasten weer van de ambtenaar. En vandaar dat wij ook wel opkijken van vier moties die allemaal een beroep doen weer op ambtelijke capaciteit. Iets uitzoeken, een regeling, een tussentijdse regeling. Uitvoeringsregelingen die voor hele korte termijn zijn. Ik denk dat we daar heel zorgvuldig mee om moeten gaan voordat je daar ja op zegt. Dat je ook kijkt naar de druk op de ambtenaren. Anders dan moet de wethouder over een half jaar weer zeggen, sorry, het is niet gelukt. Zo kijken wij ook naar de moties, terwijl wij ook groen willen zijn en aandacht hebben voor het milieu. Maar ten aanzien van die kabelgoten wil ik dat in ieder geval zeggen dat wij zeker niet voorstander zijn vanwege het mogelijk ontstaan van een exclusief gebruiksrecht op openbare ruimte. En dat willen we echt niet realiseren. Wij zouden wel, die matten lijkt ons ook een heel goed idee. Die zijn ook helemaal niet zo heel erg duur. Ik denk ook met de opkomst van elektrische voertuigen dat ze steeds minder kostbaar worden. Maar het zou wel heel fijn zijn als je helder hebt of dat ook mag. Zeker. Dank u wel, mevrouw Van Broekhoven, VVD, meneer Hammer. Ja, dank u wel, voorzitter. De indieners die begonnen de zin, of het indienen met de opmerking, ja, het zijn er nog niet zo heel veel. Nou, dat klopt, dat hebben we even uitgezocht. Het zijn er 276 voertuigen in de hele gemeente die volledig elektrisch zijn. Dat is 1,5% van het totaal, volgens het RDW. En dat is dan ook nog eens eigenlijk iedereen die een eigen oprit heeft. Dus het gaat om een fractie van wat we hier hebben. En daar gaan we dan een ambtenaar voor aan het werk zetten. Dat gaan we niet doen, we hebben capaciteit nodig voor andere problemen. Dank u wel. Partij van de Arbeid, meneer Van Pol. Ja, ik wil toch even aandacht vragen voor mensen die een beperking hebben in een rolstoel zitten. Daar heb ik zelf ervaring mee. De zoon van mijn partner zit in een rolstoel. En het is best wel vervelend als je over zo'n stoep moet waar die kabels slordig overheen liggen. En ik weet niet of de mat, of die dat eigenlijk oplost. Dus dat, nou, dat wil ik gewoon aandacht voor vragen. Dank u wel. D66, mevrouw Peters. Dank u wel. We hebben inderdaad die motie mede ondertekend. Maar we zijn het er ook mee eens dat het inderdaad weer iets vraagt van de ambtelijke capaciteit die al beperkt is. We zouden er ook naar kunnen kijken dat we met elkaar daar maatwerk in leveren. Stel nou, er is iemand die dit wil, want wat meneer Hammer zegt, zoveel zijn het er nou ook niet in deze gemeente. Stel dat het gebeurt en het ligt op een plek waar veel voetgangers voorbij moeten en het is gevaarlijk, kunnen we ook daar als gemeente in faciliteren dat op kosten van de inwoner zelf, dat die kabelgoottegels mogelijk wel worden aangelegd, maar dat we daar nu niet een heel beleid voor gaan optuigen. Maar dat we wel met elkaar kunnen afspreken. We gaan kijken naar de situatie op dat moment als het er sprake van is. Zoals bijvoorbeeld een Heiliglandstichting. Misschien zou dat een biddenweg kunnen zijn. Dank u wel. Fractie van Kernachtig. Meneer Jansen. Dank u wel, voorzitter. Ik had, de heer Hammer had ongeveer dezelfde cijfers als ik ook al uitgezocht had. 1,5% van alles van de auto's die er rijden zijn elektrisch. Openbare parkeerplekken moet je dan opofferen. Dat willen we ook niet. En als ze opladen, doen ze het of thuis of te veel doen het op het bedrijf. Wordt er veel opgeladen of bij de openbare laadpunten. Dus ik denk dat de motie voor deze kabelgoottegels, dat de goot een leuke plek daarvoor is. Reactie van die Gudderts, denk ik. Mevrouw Peters die heeft het eigenlijk als beste begrepen, gewoon vind ik. Het is gewoon nodig dat we maatwerk bieden, want op dit moment, dat was ook weer mevrouw Peters in haar vraag eerder, hebben we gewoon tekort aan laadpalen. We moeten wel iets, mensen gaan nu al iets doen, dat hebben we gezien in de Heiliglandstichting. En we hebben ook een brief van een inwoner of een e-mail was het gewoon ontvangen, die ook gewoon met dat probleem zit. Of het nou matten zijn, kabelgoottegels, maakt ons niet uit. Als je daar iets zou kunnen toezeggen aan maatwerk, ook weer naar mevrouw Peters verwijzende, dan zouden wij die motie best wel willen intrekken. Maar er moet wel iets gebeuren.
Want we vinden dit wel onveilig en ook onwenselijk. Er is ook landelijk een laadladder afgesproken dat je bij voorkeur altijd gewoon zoveel mogelijk thuis laat. Daarna op semi-publieke plaatsen bij je werkgever en daarna pas gewoon een keer bij een laadplek die openbaar is. Dus we zullen wel iets moeten. Die capaciteitsproblemen begrijpen wij ook. Dus als een toezegging voor maatwerk geeft, dat een inwoner zelf iets mag leggen met toestemming van de gemeente, zouden wij hem kunnen intrekken. Zeker. Nou, reactie daarop van wethouder Barber. Zo'n dingetje bij. Het voorstel van mevrouw Peters is eigenlijk misschien het meest werkbare. Dan kom je eigenlijk gelijk in, zoals we het ook met inritten doen. Maar daar zullen dan ook de beperkingen zijn die soms ook bij inritten gelden. Dat het ook niet echt een plek mag verstoren die een parkeerplaats innemen van de openbare ruimte. Dat er dus niemand mag staan. Dus daar zal dan het overleg wat de heer Gürtels zegt, om dat heel goed samen te bespreken, zou dat daarbij moeten horen. Maar ja, daar zouden we wel naar kunnen kijken. Is dat voor u voldoende toezegging om de motie in te trekken? Ja, eigenlijk wel. Goed, nou, dank u wel. Is die motie ingetrokken en gaan we over naar de motie halvering termijn schuldsaneringstraject in minderlijke schuldsanering natuurlijke personen inclusief overgangsregeling. Nou, compliment. Kijk even, wie van de Partij van de Arbeid neem ik aan dat gaat inleiden, dat is de heer Van der Poel. Als u dat kort zou kunnen doen, maar zodanig dat de mensen thuis denken, daar gaat het over. Meneer Van der Poel. Het gaat om het volgende. Begin februari heeft minister Schouten de Kamer geïnformeerd om de MNSP, dat is de minderlijke schuldsanering natuurlijke personen, die nu nog een looptijd kent van 36 maanden, terug te brengen naar 18 maanden. Gemeenten nemen de schulden over, treffen een regeling met de schuldeisers en de mensen hebben nog maar één schuld, met nog maar één schuldeiser te maken, namelijk de gemeente. Daarmee wordt rust gecreëerd en door de periode te halveren ook eerder zicht op het einde van het schuldtraject. Vooraf hebben wij contact gehad met wethouder Van der Schuur en die zei dat is inderdaad bij ons bekend en alles staat klaar om hier 1 juli mee te starten. Maar het kan geen kwaad om een motie in te dienen, die zie ik dan ook als een steun in de rug. En daarom wil de PvdA graag deze motie in stemming brengen, want we vinden dat het een goed signaal is wanneer alle raadsleden deze motie ondersteunen en daarmee aangeven dat het van belang is om inwoners die in een schuldsaneringstraject zitten sneller perspectief te bieden op een schuldenvrij leven. Dank u wel, meneer Van der Poel. Dan wethouder Van der Schuur namens het college. Ja, dank u wel. In ons beleidsplan minima schuldhulpverlening hadden wij al aangegeven dat wij niet meer gebruik gaan maken van commerciële partijen binnen de schuldhulpverlening, maar dat we alles met onze eigen schuldhulpverleners gaan doen. Hè? Het hele traject voor de inwoner, zodat ze ook één aanspreekpunt hebben. In verband daarmee hebben wij ons ook aangemeld als lid van de NVVK. Dat is de branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening. En daar zijn we de afgelopen periode helemaal voor geaudit. En vorige week hebben wij gehoord dat de aanvraag positief is beoordeeld. En daar zijn we heel blij mee, want daar hebben echt onze medewerkers heel hard voor moeten werken. De NVVK-regels willen wij dan ook graag volgen. Daarom zijn we er ook lid van geworden. Dat betekent dat we op 1 juli inderdaad ook gaan werken met die 18 maanden. En wat de NVVK ook aangeeft is van, nou, wij zijn nu aan het kijken naar een landelijke overgangsregeling om te voorkomen dat weer elke gemeente een eigen regeling gaat bedenken en we helemaal geen eenheid meer van beleid hebben. Lijkt het ons verstandig als college om dat af te wachten en dan aan te kunnen sluiten bij wat landelijk bepaald wordt. Het moet niet afhankelijk zijn van waar je woont, hoe er wordt omgegaan met je schulden. En bovendien is het ook voor onze ambtenaren veel makkelijker om aan te sluiten bij een landelijk bedachte regeling dan dat we zelf weer iets moeten bedenken. Dus wij ontraden daarom deze motie op deze manier. Meneer Van der Poel? Nou, ik ben blij. Die had ik ook als aanvullende informatie. Nou, ik vind hem al prima. Dankjewel. Dat betekent dat u hem intrekt? Ja, heel goed. Dank u wel. Dan hoeft het er ook niet meer over te hebben. Gaan we over naar de sloopregen. Ja, maar misschien komt u kans bij de sloopregeling vervuilende tweewielers.
Kijk eventjes wie van GroenLinks daarover het woord gaat voeren. Dat is mevrouw Vree, terwijl de wethouder met de benenwagen arriveert. Gaat u gang. Oh, verkeerde kant. Ja, maar dat is niet mijn telefoon. Dat weet ik zeker. Dat is niet mijn telefoon. Nee, dat is mijn telefoon niet. Nou, voorzitter. Ik ga niet de hele tekst oplezen. Want de raad die heeft deze motie kunnen lezen. En het is nogal een verhaal. Dat spijt me. Ik ga dus straks alleen het dictum voorlezen. Maar als toelichting wil ik eigenlijk nog wel iets daarover zeggen. Want wij hebben namelijk deze motie in eerste instantie alleen om de sloopregeling gevraagd. We stellen ons dus eigenlijk heel bescheiden op. Maar eigenlijk is het natuurlijk zo, als u het hele stuk heeft gelezen, dat het nog mooier zou zijn als het college ook besluit om de stimuleringsregeling in te stellen. Met een bijdrage die de kosten voor de aanschaf van vervangend vervoer, en dat zou wat ons betreft ook een fiets kunnen zijn, dat daar dus een vergoeding voor komt. Maar in eerste instantie is dus de vraag aan het college, en dan ga ik even naar het dictum, moet ik even op een ander plekje. En dat is dus op dit moment alleen dus de vraag dat om de sloop van de meest vervuilende tweewielers van bouwjaar voor 2011 te stimuleren door een sloopregeling in te voeren die inwoners een financiële vergoeding biedt wanneer zij hun brommer of snorfiets van voor 2011 laten slopen. En voor deze regeling kan dus een financieringsaanvraag worden ingediend in het kader van het Schone Luchtakkoord, die ook nu bij de stukken zit, dat er dus nu ook echt is aangevraagd door het college. Dus we zijn binnenkort dan ook aangesloten bij het Schone Luchtakkoord, hopen wij. En daar kun je dus vanaf april kunnen we daar dus een vergoeding ook krijgen voor zo'n sloopregeling. En dus eventueel ook nog zelfs dus voor zo'n vervangingsregeling. Dank u wel, mevrouw Vree. Reactie van het college bij monden van wethouder Ten Westeneind. Dank u wel, voorzitter. We zouden in eerste instantie deze motie willen ontraden om een hele simpele reden. We gaan ons inderdaad aansluiten bij het Schone Luchtakkoord, maar dit is één facet wat we kunnen doen. Ze zijn er nog tegen anderen. Wat wij als college willen doen samen met de anderen is in de matrix bijeenzetten. Welke maatregelen kun je nou met elkaar laaghangend fruit pakken om dat te stimuleren, dat Schone Luchtakkoord, om daar een basis te geven. En met dat in de hand kunnen we kijken welke spukgelden wij aanspraak op kunnen maken en welke maatregelen wij versneld zouden kunnen gaan inzetten. Maar ik zou het dan niet willen doen door heel specifiek steeds een elementje uit dat Schone Luchtakkoord te pakken, maar juist te kijken naar het totaal, een matrix te maken met maatregelen die allemaal denkbaar en mogelijk zijn en om dan een afweging te maken met elkaar te zeggen, zo gaan we dat doen. Dus op dit moment zou ik hem willen ontraden, maar we gaan er wel actief mee aan de slag. Mevrouw Vree. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, op zich, dat is denk ik ook een hele goede manier om het aan te pakken. Het is het enige dat we als fietser zijnde, dit is echt eentje waar je zo, ja, het is maar ligt ons na aan het hart als fietser zijnde, dat je toch wel vrij vaak hier in de heuvelige omgeving achter dit soort brommetjes komt te zitten. En dat je echt, nou ja, heel erg last hebt van die lucht. En de Schone Luchtakkoord is natuurlijk heel breed. Dus ik vind het ook wel, ja, ik vind het op zich wel goed. Maar nou, ik ben toch eigenlijk wel benieuwd wat de rest van de raad van dit voorstel vindt. Om toch dit als eerste eruit te pakken. Dank u wel. Dan gaan we meer. Kijk naar het CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het CDA ziet deze motie niet zitten. We zijn een plattelandsgemeente die zeer ruim is. We hebben hier naar mijn mening niet te maken met heel veel scooters. Ik zie ze ook steeds minder. Je ziet vaak ook dat jongeren kiezen voor een elektrische fiets. Die kiezen niet meer voor een scooter. En die scooters die er dan nog zijn van voor 2011 zijn naar mijn mening denk ik zeer beperkt. Lijkt me goed dat de wethouder zo'n matrix maakt voor het Schone Luchtakkoord. Dat we in ieder geval kunnen kijken welke maatregelen kunnen we nemen. Ik denk dat we hier in Berg en Dal qua Schone Lucht vooral naar de scheepvaart moeten kijken. Of naar de houtstook. Ik denk niet dat de scooters hier echt een hele grote bron zijn. Dus, en ik denk ook niet dat we dat dus nu al daar zo'n besluit in moeten nemen. Wel, meneer Bakker, kijk naar de fractie van Lokaal. Heer Ubbink.
Wij zijn er ook niet voor. Voor sommige mensen in de polder is het namelijk een goedkope manier om je te verplaatsen en om familie te bezoeken. Mensen die dus weinig geld hebben, die maken van zo'n brommetje gebruik. En het is weer een vorm van subsidie die moet worden opgetuigd. En hebben we daar wel, daar komt hij weer, de nodige capaciteit. En het moet allemaal, en er is geen dekking aangegeven van hoe we die kosten gaan verhalen die gemaakt worden. Dank je. Dank u wel. VVD. Ja, voorzitter, VVD is ook geen voorstander van deze motie. We hebben volgens mij ook hier weer, net als bij de vorige motie die we behandeld hebben, niet echt een heel groot probleem. En daarbij ben ik ook heel benieuwd, want een van de grootste argumenten eigenlijk die erin staat om dit te doen, is ook dat de gemeente Nijmegen dit al heeft gedaan. En hoeveel zou de luchtkwaliteit in de gemeente Nijmegen nou verbeterd zijn? Nou, al die scootertjes zijn ingeleverd. Volgens mij niet zo heel veel, want heb je vooral op andere plekken en op andere zaken het probleem met luchtkwaliteit. En ik ben een groot voorstander van wat de wethouder zegt. Laten we kijken met een matrix naar alle maatregelen die we kunnen nemen. En dan in integraliteit die maatregelen ook nemen. Dus daar zeker voorstander van. Oké, dank u wel, Partij van de Arbeid. Geen behoefte te reageren. D66, mevrouw Peters. Dank u wel, voorzitter. Wij zijn uiteraard wel voorstander van een schonere lucht. We vragen ons alleen af of dat een subsidieregeling voor alle mensen die een vervuilende brommer of snorfiets hebben, nu de meest efficiënte manier is om dit te doen. Naar voorbeeld van de gemeente Nijmegen zie je ook dat het normeren van dit soort dingen veel efficiënter werkt dan het subsidiëren van dit soort dingen. Nu krijgt iedereen €400 om hun brommer te laten slopen, terwijl we er ook voor zouden kunnen kiezen om in de lange termijn een verbod op oude vervuilende brommers in te stellen. En dan kunnen we daarmee met het geld wat we besparen, die we nu aan die subsidie moeten geven, kunnen we de mensen met een kleinere portemonnee helpen om die brommer te vervangen voor een schonere variant, zodat ze wel mobiel blijven. Dus wij kunnen ons eigenlijk niet helemaal vinden in de aanpak om nu iedereen die een vervuilende brommer heeft op die manier daarvan af te laten komen. En liever normeren. Dank u wel. Kernachtig, meneer Kersten. Dank u wel, voorzitter. We missen in het stuk wat het gaat kosten. We missen in het stuk waar die kosten dan uitgedekt gaan worden. Wij zien het ook niet als een heel groot probleem in onze gemeente. Ik fiets zelf heel veel en ik fiets eigenlijk zelden of nooit in zo'n wolk die er dan voor mij zou gaan verschijnen. Dus dat probleem zien wij ook niet. Dan komt nog eens keer het probleem waar we het straks al over hebben gehad. Motie na motie, wie moet dat allemaal uit gaan voeren? En wij denken dat in onze organisatie de prioriteiten echt elders moeten liggen en niet bij dit soort zaken. Ja. Dank u wel. Mevrouw Vree, geen steun voor de motie. Nee, dat heb ik begrepen. Ja, ik wilde er toch nog wel iets over zeggen. Want er worden twee dingen genoemd dat wij het zouden kunnen verbieden. Nou ja, volgens mij kunnen wij dat helemaal niet als gemeente. Dus de normering die zal dan toch van landelijk moeten komen. Dus ik zou zeggen, wij kunnen dat gewoon verbieden. Dan gaan we een nieuwe motie indienen om het te laten verbieden. Graag. Die gaat u wel stemmen. Gemeente Nijmegen per 2028 is het verboden. Ja, ja. Maar dan is nu dat al in het centrum. Dan krijg ik, denk ik, laat dat het centraal houden. Verwacht ik, sorry, maar dan verwacht ik namelijk ook van andere, wat ik heb gehoord van andere collega-raadsleden. Die mensen die dus inderdaad niet zo vreselijk veel geld hebben en die dus inderdaad dan zich niet meer kunnen verplaatsen, die hebben dan dat brommetje niet meer omdat dat dan verboden is. Dus in die zin vind ik dan het ook beter om dan toch een vervangingssubsidie in te voeren om die mensen dan toch ook daarmee tegemoet te komen. Maar goed, en wat het gaat kosten wil ik er ook nog één ding over zeggen. Het zijn er helemaal niet zo verschrikkelijk veel. Maar ik weet niet of meneer Kersten zoveel fietst als sommige mensen die ik daar over heb gehoord. Dan slaat u de heuvels denk ik over. Ik kom er toch wel echt heel vaak voor. Goed. Maar het zijn er dus inderdaad niet veel. Dus het hoeft ook inderdaad helemaal niet veel te kosten. En er wordt dus een heel groot gedeelte betaald vanuit het Schone Luchtakkoord. Maar goed, ik hoef hem niet in stemming te brengen. Dat begrijp ik. En als u dan intrekt en dat zegt, nou, het pleidooi wat u houdt, kunt u dan straks, als het in de matrix komt, het natuurlijk vanzelf weer terug. Kunt u het pleidooi van deze maatregel moet je nemen, kunt u dan alsnog weer opnieuw voeren. Hè? Dat is niet weg. En de matrix,
kunnen wij tegemoet zien wanneer? Op enig moment zodra het kan. Zo spoedigste. Ja. Maar hij staat er dan in. Ja, motie is ingetrokken. We gaan naar de laatste motie, het laatste agendapunt, en dat is de ontgassingsinstallatie. En daar staat als eerste in de Partij van de Arbeid. Ik neem aan dat de heer Van der Pol het woord voert. Dat is het geval. Jazeker. Toen vorige week de berichtgeving in de kranten verscheen over het besluit van minister Harbers om een verbod op varend ontgassen uiterlijk 1 juli 2024 van kracht te laten gaan, moest ik gelijk aan Rita denken. En met het oog op de AVG is Rita niet haar echte naam. Maar met Rita had ik onder meer contact toen we onze motie vorig jaar september indienden. Zij was toen net hersteld van leukemie. En hoewel er geen causaal verband kan worden aangetoond, is wel bekend dat benzeen, een van de schadelijke stoffen bij varend ontgassen, extreem kankerverwekkend is. In onze motie, door meerdere partijen onderschreven en unaniem aangenomen, hebben we het college opgeroepen om onze inwoners actief te informeren en om bij het ministerie aan te dringen op wetgeving en handhaving. Maar Rita zei toen ook nog iets anders. Ze zei, je kunt het de schippers wel verbieden, maar je moet ze ook de mogelijkheid bieden om ergens veilig te kunnen ontgassen. En dat was waar ik direct aan moest denken en daarom deze motie. Met het verzoek aan het college, onderzoek de mogelijkheden en de veiligheid om zo'n ontgassingsinstallatie in onze gemeente te laten bouwen en onderzoek of daar wellicht subsidie voor beschikbaar is. En de PvdA vraagt aan de Raad om deze motie te ondersteunen, want voor onze inwoners is het belangrijk om te vernemen dat wij ons grote zorgen maken om hun gezondheid en daarom willen onderzoeken wat er mogelijk is om het ontgassen veilig te laten uitvoeren. Vorig jaar december hebben we hierover al een amendement ingediend bij de behandeling van de regionale verstedelingsstrategie. Wellicht kan in samenwerking met onze buurgemeentes langs Rijn en Waal een geschikte locatie gevonden worden, want Millingen, dat is voor mij geen must, maar we moeten wel iets gaan doen, zodat Rita weer veilig kan wandelen rondom de Bisonbaai. Dank u wel. Dank u wel. Wethouder namens het college. Dankjewel, voorzitter. Laten we met elkaar constateren dat het verbod wat per 1 juni 2024 gaat gelden, gelukkig een hele grote stap voorwaarts is. En ik denk ook terecht. Hè? Als je geconfronteerd wordt met mensen die toch iets ernstigs hebben opgelopen, herleidbaar tot ontgassen van schepen, dan is dat vreselijk. Dan is wel een vervolgvraag, moet je als gemeente vooruit gaan lopen op een plek om te ontgassen. In de wetenschap dat het Rijk heeft gezegd dat het ontgassen een vorm van afvaldumpen is die we eigenlijk moeten regelen. En dat betekent dat aan zet is de provincie. Want dat is uiteindelijk de partij die een vergunning gaat verlenen en die er is om toezicht en te handhaven op dit gebied. Dat betekent ook dat de provincie de vergunningverlener is voor ontgassingsinstallaties. Gisteren is er een ambtelijk gesprek geweest waar wij als Bergendal met de provincie ook aan tafel hebben gezeten. En er zijn al commerciële bedrijven die op een vijftal locaties denken een ontgassingsinstallatie te kunnen bouwen. En dat is eigenlijk ook de plek waar we met elkaar moeten gaan bespreken. Want het is een algemeen bekend probleem. De schepen komen hier in Nederland binnen, maar gaan Rotterdam, Amsterdam overal naartoe. En dan moet je ook vanuit de overheid de regie nemen. Ja, van hoeveel ontgassingsinstallaties hebben we dan uiteindelijk nodig? En hoe verdeel je die op een goede strategische manier over het hele gebied? En dan is het niet logisch om als gemeente puur sec te gaan kijken wat kunnen wij doen. Maar dan moet je het juist breder gaan trekken en samen met de provincie optrekken. De provincie heeft ook aangekondigd om een uitnodiging te gaan doen aan alle betrokken Gelderse gemeenten. Om juist gezamenlijk dit probleem op de kaart te zetten. En op die manier te gaan kijken met elkaar hoe wij vanuit Gelderland positie nemen in Nederland en samen met alle provincies tot een dekkend systeem van ontgassingsinstallaties komen. Dus ik zou hem willen ontraden in een wetenschap dat hij gewoon op de besprekingstafel met de provincie ligt. Meneer Van der Pol. Ja, zoals ik al zei, Millingen is voor mij geen must. Ik bedoel, het is wel natuurlijk de plek waar die schepen de Rijn op ons land binnenkomen en onze gemeente binnenkomen.
Dus dat is het enige wat ik zou willen aangeven. Rotterdam is niet de enige plek waar je zoiets zou moeten doen. Je moet dat dan inderdaad verdelen. En daar waar de schepen nog vol gas, onze gemeente binnenkomen, zou een mooie plek zijn. Als je zegt van nou, Lobit heeft een overnachtingshaven, is misschien om die reden een goede plek. Dat weet ik ook niet zo goed. Maar ik ben heel blij dat er aandacht voor is en dat het eigenlijk gisteren ook al gestart is. Dus dankjewel voor dit antwoord. Okay. Trekt u daarmee de motie in? Jawel. Zeker. Dank u wel. Niets meer aan de orde zijnde, sluit ik de vergadering. Nou, het zit...